Even naar de jingle toe, hartstikke, daar komt ie. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi, Jan-Marc en Klaas. Ja. Hey, en mijn naam is Johan. En ja, laten we beginnen met, ja, we beginnen eerst even met de vaste shit, zeg maar. Even kijken, daar heb ik een mooie knop voor, sneltoets voor bedacht. Ik zet er ook even mijn bril bij op gelijk. Want moet je kijken wat voor moois ik heb gemaakt. Hoppa. Kijk. Oh. Het is de bedoeling dat er nu in beeld komt, maar volgens mij werken de sneltoetsen nog niet. De bekende, wacht, de bekende hopla. Hopla, 1, 2, 3, hopla, 4. Hartstikke idee. Kijk, daar komen ze. Ja, hierboven zie je ze allemaal. Ik zal voor de mensen die naar de podcast luisteren nog even zeggen wat er allemaal te zien is in beeld. Ja, we hebben natuurlijk, maak ik even reclame voor de show van Yoshi, dat is de Koning Wappie Show op Twitch. Leuk. Ook natuurlijk voor mezelf, vrijheidradio.com/live, als je nog allerlei andere alternatieven wil weten. We zijn ook te vinden op Telegram natuurlijk, dat is t.me/vrijheid. En uiteraard hebben we ook de E-gulden, die gaan we weggeven. Ja, er hoort natuurlijk ook nog veel meer bij natuurlijk. Moet ik even kijken, hier komt-ie. We gaan natuurlijk E-guldens laten regenen, want je kunt er weer gratis 10 krijgen. En deze keer is de vraag, welke libertarische kandidaat heeft er maar liefst 3 keer meegedaan met de Amerikaanse presidentsverkiezingen? 1 keer namens de Libertarian Party en 2 keer als kandidaat voor de Republikeinen. Is het toen niet geworden. Ja, en dan mogen jullie gokken wie dat is. En dan is zijn naam dus zonder spatie in het midden. Dus rompal aan elkaar met uitroepteken ervoor. En dan kun je E-guldens winnen. Flappergast die weet het. Flappergast weet het al. Ik kan ook nog uitroepteken redeem rompal doen. Nee, jij mag ook meedoen hoor, maar moet je wel een Twitch-account hebben. Dan moet je even naar Twitch gaan. Ja, twitch.tv/vrijheidradio. Ja. Dus, zodoende. Ja, maar goed, ja, laten we beginnen met het vaste blokje goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Daar heb ik ook een hele mooie toets voor. Hey, hebben we de staatsschuldmeter weer terug? Oh nee, ja, die hebben we afgeschaft, sorry. Het gaat helemaal nergens meer over. Ja, ja, kan de bitcoin er even snel doorheen gooien. Die stond exact een week geleden 1,12% hoger. We hebben de week een hoog gehad van $45.900 per bitcoin en de low op 41.550. En we staan momenteel op $44.166 per bitcoin. Ja, ja. Ja, het is nu zo'n... ja? Meerdere? Met het winkelwagentje. Oh, die, ja. Het is natuurlijk de vraag of hij nog lager gaat. Het is nu wel cruciaal. Want hij zit nou net een beetje tegen met de 21 DMA, geloof ik, te flirten. En daar sketcht hij dan meestal op af. Maar als hij nu niet een mooie grote groene kandelaar omhoog maakt, dan. Als hij dat niet doet, dan gaat hij er uiteindelijk doorheen zakken. Want dat is in het verleden ook een paar keer gebeurd, hè? Ik denk er serieus over om ook laser eyes op mijn profielfoto's te gaan plaatsen. Ja, dat gaat helpen. Want om even ook een knipoog te geven naar al die mensen die al 5 jaar lang met laser eyes lopen te lopen. Mm-hmm. Ik denk wel dat het in de komende paar maanden inderdaad gaat gebeuren. Mijn blik is op naar boven. Mm-hmm. Maar
Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is weer mooi vertraagd. Ik denk dat de NFT's er wel aan bij hebben gedragen dat we er nog een paar maanden langer over doen. Ik zag die schimmelfiemel, ja, zag ik. En die ging, die Madelon Vos. Met Madelon Vos. En ja, ik vond het treurig, echt zo verschrikkelijk gewoon. Ik zal even kort vertellen wat er gezegd werd. Die schimmelpiemel die had het erover van, ja, nou, 2 jaar geleden was die... Bitcoin onder de 6.000 en die is er 5 keer over de kop gegaan. Dus als je er een ton in hebt gestopt, dan heb je nou 500.000. Maar ja, dat is dan wel een beetje goedkoop geld verdienen. Zou daar niet belasting over betaald moeten worden? Want want je hebt dan een verpleester en die is wel echt aan het werk. En die Madelon Vos had daar gewoon geen goed antwoord op. Wat ze had moeten zeggen is natuurlijk van, die verpleester, die verliest 7.5% aan geld. Dus nou wil je ook nog de kans ontnemen bij de verpleester dat ze gewoon een deel van haar salaris in Bitcoin kan stoppen en dat dan daar gewoon op die manier nog kan compenseren wat de staat eigenlijk van haar afpakt. Dat had die Madelon Vos moeten zeggen. Want die Madelon Vos die zei ook van, ja, ik heb ook 6 jaar in de pizzeria gewerkt en van dat geld heb ik Bitcoin gekocht. En dat is natuurlijk hetzelfde wat die verpleester kan doen. Die kan natuurlijk een deel van haar geld, ja, behalve als die schimmelpiemel het voor elkaar krijgt, dat er gewoon verschrikkelijk veel belasting over betaald moet worden over wat je dan verdient aan Bitcoin. Nou, hij strooide er echt een heel erg treurig narratief over uit. Enorm links, laten we het maar even zo noemen. Want het was allemaal maar oneerlijk dat er iemand geld kon verdienen met geld en zo. En speculeren, dat voegt toch niks toe aan de maatschappij. Maar ondertussen heeft hij hoogstwaarschijnlijk zelf een hypotheek lopen voor zijn huis. En speculeert hij dus ook gewoon. En dat huis is in het afgelopen jaar ook 20% meer waard geworden. Dus mag je dan ook geen huis meer bezitten? Is dat eigenlijk wat onze Sander probeert duidelijk te maken? Dat is zo verduidelijk, toch? Je mag helemaal niks bezitten. Er is al, al heel lang een glijdende... Je hebt altijd die glijdende schaal. Het is nooit genoeg. En mensen die een bepaald einddoel voor ogen hebben, die zijn continu bezig om dat bij te stellen. Eerst gaan ze een klein beetje over het lijntje. En dan ben je ontevreden. En dan mor je even. En dan steeds stil. Dan wordt het weer bijgesteld. Maar een van de doelen is dat je niks bezit. Dus je hebt geen eigen auto. Je hebt geen eigen huis. Alles is niet van jou. Dus het is wel van iemand, maar niet van jou. Want voor jou is persoonlijk bezit niet een goed idee. En dan moet je alles gaan huren. En hoe het wordt verkocht zal heel aannemelijk zijn dan over hoe het makkelijker beheert. Beter voor het milieu, efficiënter gebruik van resources. En het zal worden verkocht op zo'n manier dat je je rijk voelt. Maar ja, het is wel degelijk. Hè? Maar je weet eigenlijk wat je zegt. Het is letterlijk volgens mij het doel dat je niks bezit inderdaad. Ook niet een huis. Dat gebeurt nu al. Hè? Want wat je eigenlijk ziet met huizen is... huizen zijn eigenlijk gewoon hout, steen, plastic. En dat zijn eigenlijk dingen die in waarde zouden moeten verminderen. Want je hebt ze gebruikt, ze zijn ouder, ze hebben op een gegeven moment onderhoud nodig. Maar er is een soort nepheid gecreëerd met de woningmarkt. Waar jij zeg maar, voorheen zou jij hebben gedacht van, als ik een ton hypotheek moet nemen, dat heb ik misschien niet opzij kunnen zetten zelf. Dat is heel, er zijn genoeg mensen die kunnen niet een ton vrijmaken aan geld om een huis te kopen, dat het misschien waard is, om het zo maar even te zeggen. Als je gaat zeg maar mensen in dienst nemen en die gaan materialen gebruiken, en voor een ton kun je op zich een prima huis maken. Zou je heel raar vinden als je daar 10% rente over moet betalen. Dan zou je elk jaar 10.000 euro moeten afdragen. Dat zou echt zuur smaak. Ze zeggen, nou, dat wil ik niet. Maar nu is hetzelfde huis, of een slechter huis, niet eens een nieuwbouwhuis van ton, maar een of andere oude houten rampding uit de jaren 30 of nog ouder, waar je superveel onderhoud aan moet plegen. Maar als je een beetje geluk hebt, betaal je daar nu 500.000 voor. En dan betaal je dan 2% over, weet ik veel. Dan betaal je alsnog 10% over een ton. Maar je rekent jezelf rijk in staat te juichen van, jee, dit is een buitenkans. Dus, en het wordt nooit van jou. Ja. Die ton die had je misschien. Hè, er zijn genoeg mensen die na verloop van tijd een ton kunnen aflossen. Er zijn aanzienlijk minder mensen die na verloop van tijd 500.000 kunnen aflossen. En zo word je eigenlijk, je kunt niet makkelijk bezit krijgen over het huis. Het huis blijft altijd van iemand anders. En je betaalt 10% over wat het huis echt waard is. En op zo'n manier dat je erbij staat te juichen. Dus het is eigenlijk een grote win-win voor de mensen die dat op die manier willen aanpakken. En dat wordt alleen maar erger.
Ja, en wat eigenlijk de waarde van een huis tegenwoordig bepaalt, is niet meer zozeer van de materialen die erin zitten, maar meer wat kan de persoon betalen die het huis gaat kopen. En omdat de leningen steeds makkelijker verleend worden, omdat de regeltjes steeds makkelijker... dat het zo geregeld is dat je dus publiek, eenvoudig het geld kan lenen tegen een lage rente. Daardoor stijgen die waarden, stijgt de prijs van die huizen, want er zijn te weinig huizen in Nederland. Dus klopt. Als je er een wil, dan zul je gewoon omhoog moeten gaan, ook al is het huis dat eigenlijk niet waard. Ja, en ik stel dat dat doelbewust is. Dus je ziet al, dat zag je al 20 jaar geleden. Je zag geen maatregelen om gewoon mensen een betaalbaar huis te laten maken. Je zag alleen maar maatregelen om meer geld te kunnen beschikken. Koopondersteuning vanuit de overheid. Goedkoper leenondersteuning bij lenen. En dat waren stuk voor stuk allemaal maatregelen. Ja, nu ook met vlaag van rente, allemaal, die draagt er allemaal toe bij dat een individu een enorme schuld op zich kan nemen om een huis te kopen. En dat is altijd doorgezet. Dat soort mogelijkheden van, oh, je wil nog meer kunnen lenen. En ja, dat heeft niks gedaan aan het feit hoeveel huizen er zijn of... dat soort zaken. Want dat is, hè, normaal gesproken, als je niet de boel wil belazeren, dan zou je gaan kijken van oké, er is vraag naar huizen, we gaan huizen bijbouwen, zodat iedereen gewoon voor een ton een huis kan kopen, die dat wil. Jongens, ik moet heel even interromperen, want ik hoor van de chat dat jij niet goed hoorbaar bent. Nee. En ik ben heel even... Dat was 10 minuten geleden, Johan. Dat was 10 minuten geleden. Nu nog steeds. Dus ik ga heel even uit in en uit loggen. Dat duurt een paar seconden en dan... als het goed is, moet je nu wel goed hoorbaar zijn. Dus Klaas, ga eens even verder praten. Hallo. Was ik niet te horen? Ja, je was wel te horen, maar je was niet goed te horen. Oké. Okay. Dus het Skype doet af en toe moeilijk. Prima. Het moet ook via jou heel ver komen. Hè? En jij bent even onzichtbaar, hè? Dus, vanuit de hemel. Ja, je praat vanuit de hemel. Kijk, we waren trouwens nog... Ja, wou je nog even je dingen afmaken? Is dat nog in het verhaal? Nou ja, ik had wel een leuk verhaal gemaakt over de prijs van huizen, vond ik zelf. Maar... Ja. We gaan trouwens zo meteen even met jou weer terugblikken op jouw, wat was het? De 10 dingen, hoe was het ook alweer? Ja, de top 10, Je had een top 10 gemaakt van dingen die nu nog heel gewoon zijn. Of tenminste 4-5 jaar geleden toen je dat deed. Ja. Die dan later niet meer gewoon zullen zijn. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Oké. Ja, maar we waren nog in de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Staatsschuldmeter doen we niet, we doen even de olie. Of dit olie, is goud. 93,95 is de olie. Oh ja, dat is zo, olie. Bijna 100. Ja, deze. En goud is $18.73 per ounce. Komt dat door de Oekraïne, Peter? Ja, maar ik denk dat toch ook, misschien toch al die hoge inflatie een beetje begint te bijten. En dat mensen denken van, nou, misschien toch maar eens wat goud gaan kopen. Wat dollars voor goud in ruilen. Is inflatie ook niet gewoon een bij van wc in het verhaal? Zijn mensen die inflatie veroorzaken? Ik zeg altijd, de inflatiecijfers zijn mogelijk de enige cijfers die meer gemanipuleerd zijn dan de COVID-cijfers. En maar de mensen die bepalen wat als officiële inflatie wordt verkondigd, zijn dat niet direct of indirect dezelfde mensen die inflatie veroorzaken? Ja, ook dat nog. Dat is een grote grap. En ook mensen die COVID-nummers vaststellen. Dus, Ja, COVID, hebben jullie daar nog? Ik zou het gewoon niet over hebben. Maar de inflatiecijfers die zijn altijd te laag. Ja, precies. Ik vind het heel frappant. Want kijk, als je naar je eigen uitgaven kijkt, ik weet niet waar jullie geld aan uitgeven natuurlijk, maar ik koop eten en ik koop drinken en ik koop energie en ik moet ergens wonen. Maar die dingen zijn allemaal veel duurder geworden dan de inflatiecijfers zouden dat moeten aangeven. Dus of al die mensen hebben veel meer winst gepakt of de inflatie is toch wat meer dan wordt verkondigd. Ik weet niet, hoe is dat nou, ik heb... hoe is de energieprijs in Nederland afgelopen jaar? Ik wilde jaar, net zeggen, ik heb hier dus, ik kan even vertellen dat ik momenteel de goedkoopste energierekening van januari ooit heb betaald. Oh ja, jij wel. En ik had mijn energierekening afgelopen maand januari was in euro's ongeveer €36. En dan heb ik een
dan ben ik aan het bitcoin minen in mijn huis ook nog. Dus dat kost ongeveer 20 euro aan bitcoin minen. En dan heb ik 16 euro aan koken. En... Maar jij woont niet in Nederland, toch? Nee, ik woon niet in Nederland. Nee, precies. Oké, dan snap ik het. Maar hoe is het in Nederland gegaan met de energieprijs afgelopen jaar? Zijn die ook verhoogd of niet? Nou, gas is... Ja, die zijn behoorlijk omhoog gegaan. Ja. En dat is, hoeveel is daarvan nep, zeg maar? Hoeveel is dat gewoon... Ja, dat we nog meer moeten belasting betalen, zeg maar. Ja, er is ook energiebelasting bovenop gegaan. Maar ik denk ook dat de gasprijs is wel behoorlijk gestegen. Oké. Okay. En heb je het dan over 20%? Ja, ik hoorde laatst van iemand die... Die had een huis ongeveer even groot als dat van mij. En die betaalde 1200 per maand aan zijn gasrekening. In december. Ja. Dat was op de piek. Maar dat is dan. Die had dan zo'n variabele jongen genomen. Ik betaal gewoon de dagprijs. Oh. Bij de meeste van die toko's betaal je. Zeg maar, zet je een contract voor een jaar of zo. Maar dit is deze rekenen de dagprijs. Maar die had dus een rekening van 1200. Ja. Kreeg je wel een gratis iPad, hè? Maar woon je dan in een kasteel of valt het wel mee? Nee, dit is wel een vrijstaand huis, maar... Wel modern, ja. Met dubbel glas of zo. Niet ja, dat dacht ik. Ja, dat was die ook nog aan bitcoins minen of dat niet? Oh, dat was alleen zijn gas, zei ja, ik had laatst een collega op de chat zitten en die zat ook in zijn trui met een sjaal om in zijn huis. Wat... overdag liet hij niet boven de 15 komen. Jeetje. En als zijn vrouw thuis was, niet boven de of 17. Ik zit al heel de winter, zit ik gewoon in mijn t-shirtje achter de computer hier. Het is hartstikke lekker warm, dus het is niet zo. Hey, jullie in Servië gebruiken al onze energie. Ja. Maar een bitcoin miner produceert ook warmte. Ja, dat weet ik. Ja, dus dan, die kun je gewoon aanzetten. Ja. Ik mijn bitcoin. En op herrie. Ja, ik had het in de winter. Het is hier toch best wel fors met de winter en vorstig. Maar met bitcoin minen kon ik het al op 17 graden krijgen. Ja, okay. Dat was niet slecht. Nou, jij hebt ook een bitcoin miner. Ja, nou ja, vorig jaar heb ik dat gedaan. Maar dan, was letterlijk gewoon, als ik zeg maar de bitcoin miner uitdeed, dan werd het soms 8 tot 5 graden in die ruimte. Zet ik hem aan, dan kon ik het mooi op 17 graden houden. Dan hoefde ik bijna niet bij te verwarmen om comfortabel te zitten. Ja. Ik wil nog even aan het publiek vragen of... Klaas nu wat beter klinkt. Oh. Ja, het staat iets te hard, denken ze. Het geluid staat daarom ik had even wat filters veranderd. Ik krijg heel veel klachten over het beeld. Klaas is niet in beeld. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is, dat geeft heel veel verdriet, zie ik. Hij is hier in de geest aanwezig. Maar goed, ja, we hadden jou trouwens erbij gehaald vanwege... je had ooit... Ik zal het gewoon even nu laten horen. Dan kunnen we daar meteen mee in huis vallen. Ik zag het fragment van... Even kijken hoor. Van, was het nou 4 of 5 jaar geleden dat je dat deed? Weet je dat nog? Volgens mij was het 2018 uit mijn hoofd. Oké, 4 jaar geleden. Ja, dus... ik zal het even laten horen. Het duurt een paar minuten. Dus dat is even een geluidsfragment. Ja. En suggesties van Klaas Leijden. Ik ga het lijstje nog even noemen. Ja. Dan, anders dan... Dan krijg ik misschien door bluren. Ik zal even met de top 40 jingle dingen erbij doen. Er komt in, ja. Hier is de top 10. Ja. Things that are reasonably normal now. That I'll predict will be going away. Number 10. Owning a car. Number 9. Flying holiday. Number 8. Eating meat. Number 7. Internet access. Number 6. 24-hour electricity. Number 5. Pets. Number 4. Going out at night. Number 3. Alcohol. Number 2. Facts. Number 1. Income. Oké, nou ja, dat was dan de top 10. Ja, geweldig. Dat was hem. Ja, kun jij hem nog herinneren, Klaas? Ja, was dit dat je het in het Engels zegt? Ja, je zei het in het Engels, ja. Ja, ik heb vast... Was mijn tweet ook in het Engels? Dan kijk ik niet eens meer.
Okay. Nee, ik had gewoon een aantal dingen genoemd waarvan ik vermoedde dat het wel, waarvan ik het gevoel heb dat dan een poosje onder aanval is, hè, waar gewoon verschillende redenen voor worden aangegrepen om het aan te pakken. En dat klopt wel. Dat is, ik denk dat je er wel dingen bij kunt verzinnen, maar ja. Hm? Ja. Jij bent nu naar Bulgarije gegaan, hè? Maar merk jij daar ook nog wat van? Of, doet iedereen daar gewoon normaal? Nou, Bulgarije is zeker geen libertaristisch land of zo. Maar ik woon in de bergen en ik trek me eigenlijk nergens wat van aan. Ik probeer ook niet over de grote wereldzaken me daarmee bezig te houden. Ik vind het bizar dat we... Ik heb zelf COVID gehad, ben er goed ziek van geweest. En laten we zeggen dat ik 4 weken ziek ben geweest. En ik ben ook niet de gezondste. Dus dat, ik ga ervan uit dat ik... dat zullen mensen ongezonder zijn die er nog ergere gevolgen van hebben. Maar het feit dat we er al 2 jaar lang met z'n allen last van hebben... ik vind dat te gek voor woorden. Ik heb me daarvoor en daarna... Ik hou me niet mee bezig. Ik let er niet op. En natuurlijk, als je in een keten komt en daar is bewaking... dan moet je je aan regels houden. Kijk, als je gewoon lokaal in het dorp hier naar een winkel gaat, dan interesseert het niemand wat je doet. Maar ik merk ook dat ik hou me er zo weinig mee bezig dat ik soms op straat loop en dan heb ik mijn masker op, omdat ik het niet afdoe. En soms loop ik een winkel in en dan heb ik hem niet op. Ik denk er eigenlijk zo weinig bij na. En dat zo wil ik ook houden. Moet je daar een masker op straat op hebben? Nee, dat was mijn voorbeeld. Is dat zo? Dat doe ik gewoon soms, omdat ik er niet bij stilsta wat ik aan het doen ben. Ik probeer er zo weinig aan te denken, dat ik soms gewoon, dan heb ik dingen... Maar hoe komt het dat je dat masker dan op hebt? Dan heb ik het eerder al gedaan in de winkel, maar dan negeer ik dat. Je moet in een winkel een masker op hebben in Bulgarije? In de lijkt Nederland wel. Ja, in de Lidl bijvoorbeeld, dat is zo'n keten. Nou, dat is, daar wordt het ook gehandhaafd, zeg maar. Dus als je dat niet doet, dan stapt er ook iemand op je af om er wat van te zeggen. En dat is meer omdat zij waarschijnlijk als beleid hebben van... wij willen daar geen boetes of ellende over krijgen. Ja, we willen een lening kunnen afsluiten aan het eind van de looptijd. Precies, maar als ik gewoon in een lokale winkel binnenstap... Dan is er niemand mee bezig, zeg maar. Iedereen heeft iets bij de hand, hè, want... ik wil niet dat over mijn rug een ondernemer wordt belaagd. Dus ik kan hem wel snel omdoen als het moet. Maar voor de rest probeer ik eigenlijk niet bij stil te staan. En ik vind het heel raar dat we voor iets wat de meeste mensen binnen een paar dagen zouden kunnen doorstaan. Dat we daarvoor als maatschappij al 2 jaar lang symptomen moeten dragen. Maar dan is het daar in Bulgarije dus wel heftiger dan in Nederland, de maatregelen. Als ik dit dan zo hoor. Dan staat daar nog erger. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht in Oost-Europa dat het dan wat relaxter zou zijn. Maken dat de regels wellicht erger zijn en dat het bij een Lidl strikt wordt nageleefd. Maar dat was mijn verhaal eigenlijk. Buiten die Lidl dus niet. Nee, dat is precies mijn verhaal. Als ik hier, waar ik woon in een dorp, daar doet niemand er wat mee met de regels. Maar als ik naar een stadje ga en daar is zo'n keten. Ja, die handhaaft dat omdat dat beleid is. Dus dat komt van hoger af. Dus die keten zal het handhaven. Ja, dat begrijp ik. Maar wij hebben ook Lidl in Nederland. Ja. Maar wordt het... Snap je? Maar hier kun je wel een Lidl in. Ja, maar je hoeft hier... Heb je dat niet. Dus dan is het in Oost-Europa dus erger dan dat in zou Nederland. Kunnen, weet ik niet. Ik denk dat... Het is namelijk dezelfde keten. Ja, klopt. Ik weet niet of de... Wat over het algemeen, want je kunt hier ook gewoon bij elkaar bezoeken. In Nederland was het volgens mij tot en met gisteren weer zo dat je niet met veel mensen bij elkaar op zoek mocht, dat soort zaken. En je ziet dat het ook heel oneven is. Wat de ene bedenkt dat het een goed idee is, dat is bij de ander niet een goed idee. Nou, dat is daarom wil ik het vragen. Is dat zo? Bestaat die regel in Nederland? Ik weet niet eens. Officieel wel, maar die is alleen 2 jaar geleden even gehandhaafd. Daarna niet meer, weet je wel. Oh, heel veel mensen die waren het gewoon vergeten dat die regel er nog was. dat was net zoiets als destijds de wet op godslastering. Niemand wist dat die bestond, weet je wel. Ja, ik weet nog wat 2 jaar geleden was ik even in Nederland. En toen was ook zo'n dat was nog dat ondernemers dan een boete kregen als je op hun bankje ging zitten. Ja, dus zelfs als ze er gewoon een ketting en een bord hadden gezet. Maar je had dan toch op een of andere manier wist je kont op zo'n bankje te krijgen. Dan kregen ze meteen 4000 euro boete of zo. En dat is toen ook een poosje gehandhaafd.
En toen was ik bij zo'n winkeltje dat hij zegt, nou dat was 5 vierkante meter, die verkocht chocola. En die had een miniem randje langs de gevel waar je op zou kunnen zitten. Maar dat stond hij, stond hij zorgvuldig te bewaken dat er niet 2 mensen naast elkaar gingen zitten. Hij zei, op een gegeven moment stond zo'n groepje mensen, hij stond ze daar van het geveltje weg te houden. En hij zei, ja, als jullie hier gaan zitten, dan krijg ik €4000 boete. En dan moet ik wel 2 dagen voor werken. Zei hij om te onderstrepen hoe bizar die boete was. Want ja, zo'n winkelier, die, ik weet niet hoeveel je verdient, maar waarschijnlijk moet hij daar wel 2 maanden voor werken om zijn boete te kunnen dragen. Dus ja, taal, dan ook echt als zo'n boa. Ja. Je ziet ook wereldwijd dat die boetes worden aangepast op het verdienniveau van de mensen. Dus hier in Servië is het volgens mij €2000 voor een winkelier. En in Nederland is het €150.000. 150.000 wat? Euro voor een winkelier. Dus een boete. Als ze coronaboete. Wat doen? Ze wat doen? Ja, het niet naleven van de regels. Oh, echt waar, hè? Ik heb in ieder geval van de dokter, een dokter die ivermectine voorschreef, werd met €150.000 boete bedreigd. Zeg maar, dat was de sanctie. Of het niet dragen van mondkapjes op eenzelfde niveau zit, weet ik niet. Hè, als je als ondernemer gesnapt wordt met iemand die zonder mondkapje in je winkel zit. Maar ja, het is een stuk hoger in ieder geval dan hier in Servië. Dus die bedragen worden gewoon aan de verdiencapaciteit. Nou, dat is met alles natuurlijk. Hè. Sigaretten zijn hier ook goedkoper en dat soort dingen. Toch zijn die boetes absurd veel hoger dan bijvoorbeeld snelheidsovertreding. Ja, dat soort dingen. Er is echt een hele rare slag gemaakt. Want ik weet nog wel dat mijn neefje die zat met z'n 3 in de auto. En dan kregen ze €490 boete of zijn een strafblad. Ja. Het was echt, er was iets... Er was gewoon een orde van grootte waanzinniger dan alles wat je gewend is. Ze gebruiken wat er binnen hun macht ligt om maar hun wil door te drukken. Ja, ze weten gewoon dat ze dat goed kunnen doen. Als je dan toch fraude pleegt en zegt van kijk eens, het is een gevaarlijke pandemie, dan maar beter meteen goed. Hè? Ja, je moet ook naar de veearts, hè, als je ivermectine wil. Dus als je griep hebt, dan moet je naar de veearts. Een half pilletje nemen als je van de dierenarts krijgt. Ja, inderdaad, als je een paard hebt en ik weet niet hoe zwaar een Fries paard is. Ah, in vergelijking met jou, Jan-Marc. Hè? En jij hebt zo'n of de eng been zijn. Ja. Dat maakt het allemaal goed. Maar laten we even doorgaan met de berichten. Even kijken hoor, ik heb hier een crypto berichtje. Nou ja, niet helemaal crypto eigenlijk hoor. Hoppakee. IMF, crypto is no match voor de... Even kijken hoor, de well-designed central bank digital currencies. Ja, even de kleine kleine. Daar ben ik het wel mee eens. Waar is die dan? Waar is die dan, die central bank digital currency? Geen match. Die schijnt heel goed te zijn. Ja, die schijnt heel goed te zijn. Maar de ECB heeft het pas aangekondigd voor 2026. En volgens mij, want tegenwoordig zie je dus in alle alternatieve kanalen, Johan, ik moet het toch ook hier even zeggen... Nu wordt de QR-code volledig kapot gemaakt door iedereen, want de QR-code is het probleem. En dat is dan een beetje hetzelfde als zeggen van, ja, nee, de boekdrukkunst is het probleem, want Mein Kampf is ooit geschreven. Ja, dus nu heeft de QR-code heeft het ineens allemaal gedaan. En ik denk dat ze daar wel blij mee zijn dat iedereen nu de digitalisering en de QR-code verkettert. Want ze zijn dus zelf helemaal nog niet zover. Er is geen central bank digital currency. En ze kunnen wel schrijven dat die 10 keer beter is, maar hij is er dus niet. Mm-hmm. En op deze manier vertragen ze mooi de mensen. Want dan kunnen die mensen die denken van de QR-code is slecht. Dus die gaan allemaal niet met bitcoin of e-guldens betalen. Want die maken ook gebruik van QR-codes. Dus dat is een soort antichrist. Hè? Dat kun je echt niet meer gebruiken. En in de tussentijd hebben zij dan nog een paar jaar om die central bank digital currency te bouwen, die er nu nog niet is. Nou, en op een gegeven moment, dan worden al die mensen gewoon binnengeharkt, of hoe zeg je dat, dan is het oogsttijd. Mm-hmm. En dan, dan krijgen ze hem alsnog, hè, die central bank digital currency. Maar gelukkig, beste mensen, bestaat die nog niet. Dus je kan jezelf nog voorbereiden voor het moment dat die komt. En gezien wat er nou in Canada gebeurt, wordt het ook geen match. Het is geen match voor Bitcoin, denk ik. dit ding wordt natuurlijk gelijk helemaal zoek gecensureerd.
En allerlei dingen geconfiskeerd en boetes direct eraf gehaald. Dat, ja, maar ja, dat is precies wat die... Sander Schimmelpenning geweldig vindt. Want ja, als jij je niet aan de voorschriften houdt en je rijdt te hard op de snelweg, ja, dan is het echt niet nodig dat daar continu een politieagent daar staat te controleren. Als jij gewoon jouw black box in de auto hebt zitten en wij constateren dat je te vlug bent gegaan, dan kunnen we dat gewoon meteen inhouden. En dat is super efficiënt en geweldig. Maar ze roepen ook op een, tot een bankrun in die Telegram groepen waar ja, ik in zit van zeg Canada. Jij, heb je al de honktoken gekocht? En ze, nou, ze hebben een token, een Freedom Convoy token. En er zijn verschillende manieren om in crypto te doneren. En ja, iedereen probeert gewoon alles van de bank af te krijgen. Omdat ja, die banken die rekeningen mogen worden bevroren. Zo hebben. Maar er zijn heel veel... Dus, maar je ziet wel dat crypto hipper wordt hoor. Want ik zie het ook wel in die comments staan. Van ja, dan zie je toch wel mensen... Trucks moeten gewoon met een QR-code op de vooruit rondrijden, denk ik. Nou, wat ik begreep is dat Trudeau nog gewoon vast in het zadel zit. Dat er genoeg mensen achter hem staan. Dus ja. Ah, er zijn wel provincies die hem afgevallen zijn. Hè? Nou, dat is iets. Dus die willen die martial law niet. Ik geloof 3 provincies hebben al gezegd van wij willen dat niet en we pikken dat niet. Quebec, Alberta en nog eentje. We gaan daar sowieso nog even over doorpraten. Ik kan ook nog even zeggen, misschien dat jij het nog niet weet, Klaas. Ik ben bezig met het weggeven van 1 miljoen e-guldens aan allerlei anti-lockdown initiatieven. Wat een mooie actie. Duurt nog 4 weken. Ja, nou, ik heb er wel een voorwaarde aan gesteld, namelijk dat de i-gulden op een euro komt. Dus dat is mijn... Dan is die natuurlijk geen 1 gulden. Dat is de i-euro eigenlijk. Maar dat heeft hij ook nooit beloofd, dat hij dat zou doen. Maar de Flying Hank, die heeft nog een hele lap tekst in de chat gegooid. Zal ik eens even lezen? Flying Hank, die heeft me laatst gevolgd, dus dan zal ik eens even voorlezen voor. Een van jouw discipelen. Klaas kraakt trouwens. Ja, je moet tegenwoordig ook alles afsluiten van automatische incasso. Dat betekent ook weinig goeds voor de toekomst. Ineens is rekening leeg en zie je dan nog maar eens terug te krijgen. Te bewijzen dat je gelijk hebt. Maar, Flying Hank. Als je alles met automatische incasso betaalt. Dan heb je wel de mogelijkheid om het te laten storneren. Dus zie je het dan nog maar eens terug te krijgen. Binnen 6 maanden moet dat dan wel lukken. Al is die rekening daarna gewoon weer open natuurlijk. Maar, ja, we hebben hier een berichtje. De EU moet Bitcoin verbieden. Ja, ik denk dat het tijd wordt dat wij de EU eens gaan verbieden. Wat denken we daarvan? Ik denk... Maar Klaas' geluid kraakt. Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Het is al aan gewerkt. Maar wel voor de luisteraars. Daar is al aan gewerkt. Dus ik weet niet, het zit ergens... Oké, goed. Even mensen vragen, is het geluid van Klaas inmiddels al goed? Klaas heeft nog niks gezegd in de tussentijd. Nee, maar net wel, zeg maar. Ah, okay, ik wil wel iets over Bitcoin zeggen. Vertel. De Extreme Right Pedo Pollution Coin of Fun and Crime. Ja, dat is... maar het is wel... kijk, het is wel interessant, want Canada gaat bijvoorbeeld heel ver. Ze gaan op heel veel vlakken gaan ze heel ver. Hè? Niet alleen nu tegen die truckers... Maar ook wat ze zeg maar menen, wat een normale samenleving is. Of wat voor waarden je moet hanteren. Dus ik ben wel benieuwd. Want als je zo'n staat die dat eigenlijk veel extremer doet dan Nederland. Met mensen, als die niet in staat zijn om dat af te werpen, dat juk. Om het zo maar te zeggen. Of ze dat misschien niet eens willen. Ja, dan belooft het weinig goed voor andere landen. Het is, kijk, de mensen die denken dat het allemaal, die de Schimmelpennings of wat dan ook, allemaal waarderen wat ze doen en die blij zijn dat ze worden bestuurd. Ja, die mensen zijn vaak 14 in een dozijn te vinden. En ja, daar komt niks bijzonders uit. En ja, ik heb me wel eens afgevraagd van wat moet er eigenlijk gebeuren? En ik krijg daar een steeds duidelijker beeld van. Ik heb, deze uitzending, ik weet niet hoe lang ik hier al mee doe, maar ook alweer eens in de zoveel tijd ben ik hier al meerdere jaren aan betrokken. En ik heb me in het verleden ook wel eens afgevraagd van wat moet er nou eigenlijk gebeuren, dat iemand het gevoel krijgt van nu is het wel een beetje te gek geworden. Nou, kennelijk ligt die lat heel erg hoger dan ik had verwacht. Ja. Ook bij mij is dat zo. Ja, en ik vind het echt ongelooflijk hoe dat het nog steeds
geaccepteerd wordt. Ja, en ik merk aan mezelf ook steeds meer dat ik eigenlijk, ja, eigenlijk ook geen energie of tijd meer aan wil besteden. Ik heb in het verleden wel eens gedacht van nou goed, het zou anders moeten, wat zou ik aan kunnen doen? Maar nu denk ik van ja, why bother? Het wordt steeds banaler en bizarder. Zeg maar de manier waarop wat normaal is in de samenleving verschuift. Dat gaat zo snel en bizar. Ja, wat moet je daar nog mee? Het is, ja, je kunt er goed om lachen. Ik vind, je ziet ook bijvoorbeeld grote bedrijven die dan flink wat geld te verkassen hebben, zoals Amazon. Nou, dan kopen ze bijvoorbeeld zo'n naam als Lord of the Rings. Maar dan maken ze er iets van. En dan denk ik van, ja, waarom koop je dan die naam? Vraag ik me af. Om het helemaal te vergallen. Nee, maar verkoop dan gewoon niet die naam. Ze hadden zich, want ze hebben er 250 miljoen voor betaald, meen ik. Ja, ik weet dan niet hoe dat zit. Ik heb wel zitten af te vragen, hebben al die mensen, hebben die allemaal iets engs moeten doen of zo, wat op film is vastgelegd, zodat ze kunnen worden gedirigeerd om de meest onzinnige rare dingen te produceren. Want waarom? En toch dat Prism-programma waar al die bedrijven moeten komen opdragen, die geheime rechtbanken, wat Snowden vertelde. Ja. Ik denk dat er zit ergens iets centraals in, want ze zijn allemaal belachelijk aan het doen. En dus zal het moeten wel de staat zijn. Mm-hmm. En ik merk ook dat steeds meer mensen die we leven dan nu, we worden collectief. Hè. De meeste mensen die zouden hooguit een kuchje krijgen of een weekje niet wel zijn. Maar we zijn nu al 2 jaar lang worden onderwerpen aan allerlei maatregelen. Het financieel wordt, het leven wordt superveel duurder. Alles wordt ons uit handen genomen om zelf sturing te kunnen geven aan ons leven. Maar ja, waar winden we ons echt over op? Nou, niet dat. Nee, over John de Mol. Over Lil Klein. Ja, die allemaal de dingen waar je over moet opwinden. Vandaag vroeg ook iemand mij over Poetin. Van, ja, wat vind je van Poetin? Omdat ik dichter bij Poetin in de buurt woon dan mensen in Nederland. Ja, toen zei je, wat vindt Poetin van mij? Nou, dat is belangrijk. Ja, nee, toen zei ik van nou, dat is wel een mooi voorbeeld. In je eigen land wordt er raarder met jou omgesprongen. Met jou qua financieel beleid, qua bestuur, qua sociale ontwikkelingen. Op een veel heftiger niveau dan Poetin ooit jou zou kunnen raken. Ik geloof dat Poetin heeft de economische kracht van een halve Duitsland. En de militaire bestedingen van Frankrijk. Dus waarom is het überhaupt in ons nieuws? Waarom moeten we daarbij stilstaan? Dat is gewoon nep. En waarom staan we niet stil bij die dingen waar ik me dan over opwind? Ik kijk naar Canada en enigszins toch. Omdat je voor die dingen gewoon even aan de regels moet houden met z'n allen. En dan kunnen we weer terug naar normaal. Dat is 2 jaar zo. Hè? En de mensen die blijven dus gewoon nog steeds waarde hechten aan wat de media hen voorschotelt. En die herhalen gewoon wat ze zien op televisie. En dus beheerst dat nog steeds het dagelijkse gesprek op straat. Ja, en ik meen dat Canada, dat is dan ook zo'n land waar je gewoon zonder vragen kan zeggen van ik ben vanaf vandaag een vrouw of een man of whatever. En dat moet dan ook worden gedaan. Niet dat dat beslist raar hoeft te zijn of zo, maar dat soort dingen, daarmee, dat is dan zeg maar waar we mee bezig moeten. Ja, dan moet je ook kunnen zeggen in Canada, I am born in the wrong body. I was transvaccinated. I was born in the body of an unvaccinated person. Maar Canada kan, ik ben dus heel benieuwd, kunnen normale mensen daar aan ontsnappen? En dat interesseert me wel aan wat er in Canada gebeurt. Daar zijn ze denk ik nog weer een stapje verder dan in Nederland. Hè? Misschien doet Nederland gewoon andere stapjes. Maar het lijkt er. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, dat is het ergste. Nou, dat is hoe wij er naar kijken. En zelfs bij de Taliban ben je beter. Kijk, en ik denk zoals Bulgarije bijvoorbeeld. Hè, ze zitten in de EU en ze zullen bijvoorbeeld zij niet meedoen. Hè, want de bevolking hier is het niet eens met de maatregelen. En ze protesteren daar ook heftiger tegen dan in Nederland. Maar ja, als ze daar niet aan meedoen, dan krijgen ze niet al die bakken met geld uit de EU natuurlijk. En dat is voor sommige mensen, niet voor mij, maar voor sommige mensen is dat heel erg belangrijk dat dat geld wel blijft stromen natuurlijk.
Dus die regels die zullen wel gewoon op standaard worden gehouden die van ze wordt verwacht. Maar daarbuitenom zie je dus dat ja, het is alsof je zeg maar terugstapt in de tijd nog een beetje. Mensen, tenminste dat is mijn ervaring, dat mensen zien de wereld nog door de ogen zoals wij er misschien in de jaren 90 naar kijken. Zeg maar in Nederland. Nu bedoel ik niet jullie specifiek individueel, maar meer als maatschappij. Ja, ze hebben wat minder die economische vooruitgang gekend die in het Westen wel is geweest. Die samen is gegaan met heel veel technologische, vooruitgang noemen. Het is eigenlijk culturele achteruitgang. Ik merk dat bij Oekraïne ook. Dat bijvoorbeeld dat hele idee van dat een slachtoffersrol je een hoge status geeft. Maar dat is bij ons is het een statusmarker. Als jij behoort tot een of andere repressed groep. Als je dat tenminste zelf zo kan aanvoeren. En dat snappen ze daar gewoon helemaal niet. Ze snappen niet, wat kan je daar nou helemaal naar, wat heb je daaraan? Om jezelf zo te presenteren. Je kan jezelf beter presenteren als succesvol. Ja. Dus, daar zien ze van opkijken. Omdat ze niet doorhebben dat je dan van de overheid gelijk een zak geld kan krijgen. Als je tot zo'n groep behoort. Dat is ook letterlijk zo. Want als je succesvol bent, dan mag je die zak geld afdragen. Ja. Er is heel wat bij gemoeid om niet succesvol te zijn. En als je creatief of rijk genoeg bent, dan kun je dat ook misschien beter regelen. Ja, dus dat je net niet voldoet aan die markeringen waardoor je alles weer mag afdragen. Maar succes. Maar kun je nou ook goedkoper een huis kopen zo in Oekraïne? Nou, met die zogenaamde oorlogsdreiging en zo. Die oorlog komt er toch gewoon niet. Wat denk jij, Peter? Nee, ik wilde laatst een bod doen. Ik had het toch met mijn compagnon over daar. Is er iemand die gelooft dat die oorlog komt? Ik denk dat ze wel wat gaan faken, denk ik. Zo'n Tonkin-golf incident. Maar er zijn er mensen in Oekraïne die denken dat die komt. Ja, niet, hè? Ik ben niet meer bezig, toch? Nou, het is niet zo erg als ze vragen. Inderdaad, vandaag hoorde ik dat mijn vriendin haar zus, die vroeg, hoe wordt er in Nederland over Oekraïne gepraat? Dus zij willen een beetje weten hoe dat dan in het buitenland zit. En inderdaad, hier is het gewoon een en al paniek. En wordt heel gevaarlijk over gedaan. Terwijl daar, ja, het is natuurlijk altijd een beetje aanstekelijk, paniek. Maar, mensen leven al 5 jaar in oorlog, toch? Nee, maar wacht even, in de media doen mensen paniekerig, maar op straat. Ja, maar het is ook zo. In Nederland is er geen gevoel van dat komt een oorlog aan. Nou, maar ik ken niemand die denkt dat er echt oorlog komt. Ik had mijn vergadering van mijn werk, groepsmeeting, en dan is er toch iemand die zegt dan, Peter, wat denk je? Komt die invasie er? En mijn zus ook, die kon er me over met die invasie aanzetten en... dan moet ik altijd zeggen, ik geloof niet dat er een invasie komt. En dat het hele raar is dat die paniek die is zo aan te zetten en ook weer zo uit te zetten lijkt het. Want dan zeggen ze gewoon maar kijk, die Zelensky die had er van 16 februari gezet, maar dat was ironisch bedoeld. En ja, het is natuurlijk een komiek van de origine. En het was van het begin af aan, hadden ze al gezegd, de Amerikanen, van ja, ook als het niet gebeurt, dan hebben ze het gewoon afgelast. Want dan was het geen bewijs dat ze niet van plan waren. Gaaf. Ja, dat kan je nooit bewijzen natuurlijk. Maar jij had het over een buitenkansje om goedkoop vastgoed aan te schaffen. Wij wilden een bod doen daar, op een huis wat we al bekeken hadden. En dan een laag bod inzetten. Maar... het is nog even niet van gekomen. We moeten nog even wat dingetjes duidelijk hebben. Maar ik ben wel van plan daar wel te gaan kopen, ja. Ja. Ja, zelf denk ik dat ze misschien wel wat gaan faken, weet je wel. Net als de Weapons of Mass Destruction of... weet je wel. Die had toch die gast die... waar was het ook weer? Dat filmpje dat ik vorige week afspeelde. Dat die journalist de hele tijd... De State Department. Ja, de journalist de hele tijd... Matt Lee tegen de State Department. Maar er werd al dus verteld dat ze eigenlijk vanuit ging dat de Russen, die zijn bezig iets te faken, weet je wel. Alex Jones-stijl. Met crisisacteurs. Maar het feit dat ze dat bedenken, dat ze verwachten dat de andere kant dat aan het doen is, dat geeft natuurlijk aan dat ze dat zelf al...
dat we het zelf al een heleboel keer gedaan hebben, dit soort dingen. En een van de belangrijkste kandidaten is natuurlijk Syrië. Van, hij bombardeert zijn eigen mensen met gifgas net toen hij aan het winnen was. Toen moeten we op gaan treden. En er zijn een heleboel dingen. Ik denk dat waarschijnlijk die Alex Jones ook gelijk heeft gehad met crisisacteurs een aantal keren. Dat is wel best. Ja, nou, mijn theorie is van stel ze schieten gewoon een paar raketten op Rusland af. En dan laat Rusland dat zien, hey, we werden aangevallen. En dan zegt die Amerika, nee, we zeiden al, dat ging een fake. Ja. Ah, het is zo dat nieuws. Ja, dat is waar. Je weet helemaal niet meer wat er nou gebeurt. Het kan inderdaad van alle kanten kan er fake nieuws worden. Is zo. Ja. En Amerika heeft een geschiedenis daarmee. Hè? Met al meer dan 100 jaar doen ze dat. In Cuba deden ze dat, met Spanje. Ja, maar Hitler deed het natuurlijk ook. Dus iedereen doet het. Iedereen doet het overal. Want dat is eigenlijk het hele mooie eraan. Dat kennelijk kan jij aan je eigen bevolking niet verkopen dat jij een agressieve oorlog begint. Je kan niet zeggen, nou, we gaan Polen binnenvallen morgen. Dat wordt niet geaccepteerd door je bevolking. Dus je moet wel voordoen alsof Polen jou heeft aangevallen. En dan kan je als verdediging kan je Polen binnenvallen. En dan wordt het wel geaccepteerd door je bevolking. En het is dus onbegrijpelijk dat die bevolking het nog steeds accepteert. Maar het is wel de realiteit dat de bevolking het nog steeds accepteert. Als jij zeg maar berichtgeving ziet, even die crisisacteurs, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Bedoelen ze dan letterlijk de mensen die je ziet? Met crisisacteurs? Ja, de State Department die zei dat er een soort atrocity aanval zou komen. En iets in scène gezet door de Russen, waarbij crisisacteurs gebruikt werden die dan bebloed rond zouden lopen. En dat was dan het event waarop de Russen konden binnenvallen Oekraïne. Dat zou er gaan gebeuren. En die Matt Lee zei van hebben jullie daar dan enig bewijs voor hiervoor? Ik zeg het toch. En dat was ongeveer het bewijs. Ik zou aandragen dat alles wat jij ziet, wat min of meer via dat soort gestructureerde media wordt gepresenteerd, het zijn altijd acteurs. Het is nooit zomaar een shot om de directe werkelijkheid te laten zien, om het zo maar te zeggen. Het is dat zoiets, gewoon een shot maken en dan hopen dat dat goed genoeg is voor een uitzending. Zelfs als er geen kwade wil achter zit, dat is gewoon niet goed genoeg. Dus dat wordt altijd of geacteerd, dus worden gewoon mensen daadwerkelijk gewoon geïnstrueerd of ingehuurd in het ergste geval, om gewoon te laten zien wat ze moeten laten, wat ze willen tonen op het beeld. Of uit armoede wordt er soms 24, 30 uur aan materiaal gemaakt, zodat je een segment van 2 minuten kan tonen. Dus het is nooit echt. Het is nooit zo van, we schakelen nu over wat er echt gebeurt. Nee, dat gebeurt nooit. Want het doel is ook niet om dat aan ons te laten zien. Er zijn verschillende doelen. En wat jij net zegt met die acteurs, dan zit er ook echt een bepaalde narrative achter die je wilt verkopen. Maar zelfs als dat niet zo is, dan is het die outlets die dat tonen, hun doel is om advertenties te verkopen of zo. Dus het is nooit jou informeren wat er nu precies exact gebeurt. Er zijn weinig mensen die dat als doel hebben. Dus het is altijd geacteerd. Het is altijd nep. En dat, als je daar niet mee hebt gewerkt, dan is dat soms heel moeilijk te begrijpen. Dat je nooit naar echte mensen zit te kijken. Dat gebeurt gewoon niet. Naar echte mensen kijken, dat bestaat niet. Ja, als je zelf naar je buren gaat zitten kijken, dat vinden ze misschien raar. Maar dat is misschien min of meer echt. En misschien als er iemand per ongeluk zijn camera aanzet in een ver land en je gaat er door meekijken, dat is misschien echt, dat die kansen bestaan. Maar als jij iets in media, als er zeg maar een outlet is die ook maar enig doel heeft, of het advertenties verkopen is, narrative verkopen is of whatever, of dat ze worden aangestuurd om dat te doen, het is allemaal fake. Je krijgt nooit echte mensen te zien. Het zijn altijd acteurs of het is altijd gebaseerd op tig uren aan materiaal om precies dat shot te krijgen. Dan gaan ze, en dat is de armoede, dan gaan ze shots maken net zolang tot het toevallig iemand precies de juiste stap zet die ze willen laten zien. En dat, in die zin wordt het heel erg geconstrueerd en het is altijd nep. Ja. En wat niet nep is, zijn al die commentaren in de chat, want die gaat helemaal wild. Flying Henk wil misschien zeggen over de MH17, zegt Flying Henk. Ik weet niet of het gefaald is, want ik zag Mark R. toch aardig trots kijken. En hij heeft er toch weer een mooi monument voor neergezet. Dus blijkbaar succesvol genoeg voor een gedenksteen. Mijns inziens, volgens Flying Henk dan, gaat het er meer om de handel eromheen dan wel of niet een oorlog. Eerst dreigt er zogenaamd oorlog en daarna zie je ze elkaar de handen schudden en gaan ze onderhandelen. We hadden ook nog eentje van JF. Dat de MH17 niet tot een oorlog heeft geleid.
Maar ja, ik wil het toch een beetje betwisten, want in de Oekraïne is het in de afgelopen paar jaar niet echt vreedzaam. Nee, maar het is natuurlijk wel heel erg in een bepaald gebied gelokaliseerd waar eigenlijk voornamelijk etnische Russen wonen. Ja, nee, oké, dat is zo. Maar om te zeggen van er is niks aan de hand in Rusland, dat is ook niet zo. En dat heeft die MH17 ook niet per se veroorzaakt, want het was toen al bezig. Maar het is wel, om te zeggen van er is momenteel niks aan de hand in de Oekraïne, dat vind ik ook weer net wat te veel. Ja. Maar over hoe betrouwbaar politici zijn, hebben we hier een mooi berichtje over. Weet je nog die ene pro-crypto burgemeester uit New York? Eric Adams? Oh ja, die wil dat je allemaal vleesloos gaat eten. Ja, maar die heeft het ook niet zo op crypto mining. Ja, dan zie je het ware gezicht. Hè? De verkiezingen zijn voorbij. Hij zit op het plusje. En één keer laat zich van een andere kant zien. Dus ja, het is even heel kort. Dus we hoeven niet hier bij stil te staan, tenzij iemand er nog wat over wil zeggen. Het is wel een van mijn top 10, volgens mij, de vleessituatie. Ja, dat ook. Ja, het is allemaal slecht voor de milieumining, weet je wel. Terwijl, ja, het is natuurlijk een verhaal, maar goed. Het hebben we al vaker uitgelegd, Bitcoin, ja, vertel. Ja, dan, dat, als mensen dat zeggen, dan weten ze kennelijk niet hoe Bitcoin werkt. Want Bitcoin is, wordt alleen maar gestuurd door de mensen die het minen. Dus als jij een vinger in de pap wil hebben met hoe het met Bitcoin gaat, dan moet je gewoon een miner, dan moet je juist een miner worden. Dan moet je niet gaan klagen. Als je gaat klagen, dan worden het alleen maar steenkoolgestookte miningmachines. Maar als jij dat wil veranderen, dan ga je zelf een miner maken. Dan maak je een alternatief energiedinges waar je in gelooft. Daarmee voed je dan die miner. En dan met de energie die je over hebt of de warmte vul je wat goede doelen. En dan ben je de engel onder de Bitcoin miners. Nou, en dan ga je stap voor stap ga je dat netwerk op die manier overnemen. Ja. Maar ja, je ziet ook al die miners gaan juist naar landen waar ze juist te veel stroom hebben. En waardoor de prijs gewoon heel goedkoop is. Weet je wel, Bulgarije bijvoorbeeld. Hier is de stroom niet goedkoop. Nou, in ieder geval Oost-Europa. Dat is ook de enige kost die je aan Bitcoin hebt. Ja, je zult hardware moeten hebben. Dat zijn ook kosten natuurlijk. Maar de energiekosten bepaalt over het algemeen hoeveel machines aanstaan en hoeveel winst je maakt. Transnistrië, daar is het goedkoop. Maar we kijken ook nog meer berichten ondertussen. Ja, als er wat echt iets in het chat wordt gezegd, dan moet je het even zeggen. Ik kan het wel voorlezen, maar ik weet niet wat over ging, want ik was naar mijn eten aan het kijken. De computers van een Fiatbank gebruiken geen stroom, vraagteken. Nee. Normaal niet. Nee, dus wat ik laatst al zei, dat de Rabobank alleen al, die neemt 4900 mensen aan voor een bedrijf, een bedrag van, van een kwart miljoen euro om compliance checks te doen van de overheid. Dus dat betekent dat die kwart miljard voor één bank in Nederland, dat is allemaal energie die verbrand wordt eigenlijk. Want dat is gewoon, dat representeert een bepaalde hoeveelheid energie en consumptie en materiaal. Dat wordt gewoon verbrand aan compliance bij de Rabobank alleen. En dan staan we verbaasd, want dan kijk ik een krantje, doe ik dan open hier in Houten, een lokaal krantje. En dan is een wethouder Hutsen Fluts, die zegt dan, samen kunnen we de planeet redden. En dan denk ik, man, er wordt alleen als één bank, de Rabobank, al een kwart miljard uitgeeft. Dat betekent dat alle banken bij elkaar in Nederland waarschijnlijk een miljard uitgeven. Dat betekent dat alle banken wereldwijd waarschijnlijk 50 miljard of 100 miljard uitgeven. Het zal er wel 100 miljard uitgeven aan compliance. Alleen. Ja, ik denk zelf dat het in aandeel van Nederland iets groter is. Maar het is inderdaad, de mensen willen niet inzien dat hun geldsysteem eigenlijk het meest onrendabel... Nou, onrendabel wil ik niet zeggen, want het is wel... Het werkt goed, hè? Sinds lange tijd werkt het goed. Alleen er is nu iets dat beter werkt. En dat... Tot op heden hebben we inderdaad heel veel energie gestoken om maar die papieren machine goed te laten draaien. En Nederland was daar gewoon ontzettend goed in. Maar het kan nu allemaal veel efficiënter en makkelijker. En
door te vergaan. Ik denk dat het ging over het stroomverbruik van crypto geld en zo. Maar... ja, dat zal het wel zijn. Maar ook als je rekent, wat gebeurt er als je zo'n enorme inflatie creëert met die lage rentes en wat die centrale banken nu doen, dan krijg je overconsumptie. Ja. Want een heleboel mensen die denken, ik ga maar een heel groot huis kopen met een dikke hypotheek, want die hypotheek is toch niks meer waard aan het eind. En ook als ze niet zo denken, dan denken ze gewoon, de prijzen gaan alleen maar omhoog van die huizen, dus je moet gewoon proberen zo duur mogelijk huis te zitten, ook als je die ruimte niet nodig hebt of als het te groot voor je is. Een percentage stijging op een groot huis is meer dan een percentage op een klein huis. En die hypotheek, daar lach je om over 20 jaar, terug moet betalen. Maar dat betekent dus dat je een enorm berg overconsumptie krijgt. Ja, ik was nog niet klaar met mijn punt, maar dat was inderdaad wel wat ik wilde maken. Want dat geldsysteem wat er nu is, is oneindig. En daar kun je gewoon oneindig in bij blijven drukken. Zolang dat het grote publiek er maar vertrouwen in houdt, maakt het eigenlijk vrij weinig uit hoeveel eenheden dat je in omloop brengt. Maar ik blijf ook herhalen dat volgens mij in deze wereld we maar één planeet hebben. En dus dat de grondstoffen van die ene planeet eindig zijn. En als je daar dus een oneindig geldsysteem tegenover zet, ja, dan is dat niet duurzaam. Nee, maar dan krijg je, het is een meer functioneel evenwicht, hè? Je kan, en daarom is, heb je ook inflatie. Kijk, je kan wel dat geldsysteem oneindig maken. Maar dan krijg je gewoon de ontwaarding. Dus het is niet zo dat als je geld bijdrukt, dat er veel meer waarde is. De waarde is inderdaad constant. Of is wat wordt toegevoegd aan waarde. Of wat er verdwijnt aan waarde. Er wordt ook vaak genoeg destructie gepleegd. En de hoeveelheid geld die in omloop wordt gebracht, die representeert alleen maar eigenlijk een soort hoe die echte waarde wordt uitgedrukt. Dus... meer geld op de wereld betekent alleen maar dat dezelfde hoeveelheid of een grotere hoeveelheid geld dezelfde hoeveelheid grondstoffen moet verdelen. Klopt. Het gevolg, heel simpel gezegd, is dat de mensen die daar een vinger in de pap hebben, die kunnen het uitgeven. En de mensen die geen vinger in de pap hebben, moeten de last dragen. Dus het is gewoon een manier om op kosten van jou te consumeren. Ja. Dus het is, en dan zou je kunnen zeggen dat de consumptie van die mensen is slechter voor ons dan onze eigen consumptie. Ja, want als we voor onszelf consumeren, consumeren we beter. Dus dan zou het ook verspillender kunnen zijn. Ja, je krijgt een enorme sturing in de manier waarop er geconsumeerd gaat worden. En als er besloten wordt op papier dat een windmolen een goede investering is, dan stroomt dus het nieuwe geld naar windmolens en dan... Juist. Zitten wij ineens opgescheept met allerlei vogels dodende, microplastic afstotende betonblokken in het zand. Ja, precies. En een aluminium. Maar wat je zei klopt, het is allemaal een vorm van dat zei Jossie net, van het, eigenlijk al het geldsysteem, ook de dollar, het is gewoon een soort fantasieland. Ook bitcoin, het is een afspraak tussen mensen waar ze vertrouwen in hebben. He, en het is wel een oplossing voor een probleem. Geld is niet overbodig. Want als jij 5 kippen hebt en je wil een bed. En dan is het handig als daar een middel tussen zit. Waarmee dat die 5 kippen een waarde vertegenwoordigen. En dat bed, zodat je niet 4,5 kip hoeft af te rekenen. Nee, maar ik bedoelde meer zelfs in de zin van dat je nog zou menen dat fiat geld... een waarde vertegenwoordigt ten opzichte van de hoeveelheid waarde die in de economie zit. Dat is eigenlijk de eerste stap van fantasie. Maar, want er is geen intrinsieke waarde, in die zin is het fantasie. Maar ik bedoel daarbovenop, de extra stap is dat het beheer van het geld, de manier waarop die representatie van de economische kracht, de economische waarde, wordt uitgedrukt in die fiat geld. Dat is ook al fantasie geworden. De hoeveelheid die daarin zit, strookt ook al lang niet meer met de echte waarde die er nog in de economie zit. Of de meerwaarde die wordt gegenereerd vanuit die economie. En dan komt er nog eens bij dat mensen betaald krijgen om niks te produceren. Hè, met die COVID relief packages en met de tozo's. Ja. En ja, en alle GGD, dus... mensen die van de horeca naar de GGD gaan. Je krijgt allemaal nutloze dingen erbij voor nuttige dingen. Ik hoorde laatst dat het UWV weer heel veel banen erbij had. Dus dat was goed voor de werkgelegenheid.
Maar is het ooit in de geschiedenis gebeurd gewoon dat het zo massaal er gewoon geld uitgegeven werd om mensen niets te laten doen, om een toko dicht te houden? Ik kan me dat niet herinneren. Want ook in de communistische tijd, de communisten deden dat ook niet. Mensen krijgen wel geld van de staat, maar mensen deden nog niets. Zeg maar een definitie van niets. Als je bijvoorbeeld zegt van, als een leger bijvoorbeeld ook geld uitgeeft is om niets te doen, bij spreken, dan zou je kunnen zeggen. Nou, mijn definitie van dit, niets doen in dit geval is dat mensen die gewoon een bedrijf hadden. Dat ze dus gewoon een winkel hadden en daar iets mee deden. Die moesten hun winkel dicht doen. En die moesten dingen niet gaan doen die ze anders wel deden. En die kregen daarvoor betaald. Kroegen, restaurants en noem alles maar op. En dat is volgens mij uniek. Ja, bij de Grote Depressie had je ook dat soort gekke dingen. Hè? Dat boeren betaald werden om een vee te vernietigen. Zo, om dan de prijs. Dat klopt. Maar op de schaal waar het nu is, dat alle winkels dicht moesten met lockdowns. En dacht, maandenlang betaald kregen om een winkel dicht te houden. 6 miljoen in de Grote Depressie was ook behoorlijk. Ze hebben 6 miljoen varkens vernietigd toen. En eigenlijk is dat gewoon eten vernietigen met het geld van mensen die honger leden. Dat loog er ook niet om. En ze hebben en ook katoen. Ze ploegden geloof ik een derde van al het katoen om. Om het van de markt te halen. Om te zorgen dat de prijzen niet zakten. En ja, dat is natuurlijk ook wat gekocht wordt met belastinggeld. Wat geïnd wordt bij mensen die geen kleding hebben. Dat klopt inderdaad. Maar om echt alle winkels dicht te houden. En dat is dan in Amerika gebeurd. Maar ook in Nederland en in Europa. Gewoon met maandenlange lockdowns, dat gewoon winkels, restaurants, om het aandeel Amazon omhoog te krijgen. Want die leverden wel. Maar je hebt wel een soort vernietiging van hè, want wat is nu waarde? Dat is inderdaad, je hebt grondstoffen, maar je hebt ook diensten die mensen verlenen. En nu heb je inderdaad, worden dus diensten niet verleend. Mensen worden betaald om geen productie te doen en geen diensten te verlenen. Dus dan de echte economie wordt dan kapot gemaakt. Ja. Maar ik heb al nog een berichtje hier. Ja, we hadden het er net eigenlijk al over. We gaan even naar Canada toe. Ja, dat was de man die zei dat je ooit truckers moest toejuichen. Hè? Justin Trudeau Castro. Hij lijkt wel heel erg op. Als ze alleen naar hun baard groeien, dan zie je wie zijn vader is. Snopes heeft dat ontkend. En die dieren gewoon helemaal diep. Dan is het niet waar. Hè? Nee, dat is allemaal toeval. Het zijn wel foto's dat zijn moeder heel koosje is met Castro. Maar... Ja, maar volgens hun klopt de tijdlijn niet. Ja. Oké. Die vrouw die ging pas met Castro naar bed op het moment dat die kleine Trudeau er al was. Ja. Zoiets, ja, hallo. Ja. En waarom zouden we daaraan twijfelen? Snoop te zeggen. Maar ja, goed. Canada die gaat te hard optreden tegen de truckers. Ja, zegt de man die voorheen nog zei dat de truckers moesten toejuichen. Ja, ik hoorde ook iets van 100.000 euro boete. En ze konden dan de vrachtwagen innemen. En ze konden de vergunningen afnemen. En de bankrekening bevriezen. En, ja, best wel heftige dingen. Misschien zelfs nog. Maar ook mensen die truckers hielpen. Mm. Daarvan konden ook bankrekeningen worden bevroren en zo. En die konden ook worden gestraft. En ze vroegen net dat je Joden hielp. Dat mocht ook niet. Oh jee. Nee. Ik vond het heel erg grappig, dit soort berichten. Want dan delen mensen dat op Facebook en dan zeggen ze erbij. Kijk mensen, dit is het doel van de QR-code. Pas op, gebruik geen QR-codes. En denk ik, nee, dit is gewoon jouw banksysteem waarbij dat elke dag gehanteerd wordt. Want jij hebt een hele lijst van landen waar je op dit moment niet mee mag handelen. Dus die truckers die komen er gewoon bij. En het is juist die QR-code die je ervan kan bevrijden. Dus dan schrijf ik dat er altijd onder. Wat ben ik toch blij met het gebruik dat ik zoveel QR-codes gebruik in mijn leven. Want zonder was het niet mogelijk geweest om weerstand te bieden tegen een onderdrukkende overheid. Al die mensen die nu pas in de gaten krijgen dat ze al jarenlang gevangen zitten, weet je wel. En die nu ineens gaan zeggen, nee, het ligt allemaal aan dat het nu pas
gaat er iets fout? Nee, die bankrekeningen konden altijd al bevroren worden. Nou, ik maak me meer zorgen over de hoeveelheid mensen die gewoon wil dat de opstand in de gevangenis tot einde komt. Nou ja, we waren in de gevangenis. Nou ja, wij zijn niet vrij in onze samenleving. Je bent niet vrij. Maar de mens in de gevangenis heb je ook gewoon mensen die willen dat het weer terugkeert naar de rust. Dat de opstand van de andere gevangenen stopt. Zodat ze weer rustig naar hun cel terug kunnen. En dat staat me enorm tegen. Ja. Dat is het doel. Mensen willen terug naar hun cel. Ze willen niet uit de gevangenis. Ze willen terug naar hun cel zonder opstand. Ja, precies. En ze willen niet te horen krijgen dat ze in die cel leven, want die cel die mogen ze zelf, bloemetjes in zetten en het behang mogen ze ophangen. Dus het boeit ze niet. Heel veel mensen vinden het best. En dat is de ellende. En dat ze dan elk jaar bijbetalen aan een of andere oorlog op basis van massavernietigingswapens die niet bestaan. Joh, zolang zij het maar leuk hebben is het allemaal normaal en moet het allemaal kunnen. Maar zodra dat ze er zelf een keer last van krijgen, omdat de toekomstige generatie, zoals ik gewoon zeg, tabé jongens, ik betaal er niet aan. De ellende is dat de gemede gevangenen, er zit iets in de menselijke psychologie, dat we het ook niet oké vinden dat jij wel uit de gevangenis gaat. Dus zij willen in de gevangenis geen opstand, maar ze willen ook niet dat jij eruit stapt. Jij moet ook meelijden. Nee, want dan zien ze pas dat ze in de gevangenis leven. Ze vragen dat er iemand uitstaat voor dat proces. Maar dat. Ja, slave on slave mentality. Dat is een beetje meme-achtig woord. Maar er is ook gewoon een psychologisch proces wat er aan ten grondslag ligt. Dus dat jij, je hebt een groep mensen. En dan is zeg maar, er is een bepaalde kracht waarbij je iets voor jezelf wil. Maar er is kennelijk ook een kracht. In sommige mensen is die sterker. Dat je ook niet iets voor een ander wil, zeg maar. Dus als je zeg maar jezelf een beetje in de put kan stoppen, maar dat je anderen dan ook in de put trekt, dat is voor kennelijk, ik weet zeker dat er een naam voor is, maar dat bestaat en dat is zo, dat is zo teleurstellend aan deze situatie, dat je zeg maar, je wil niet meer met, er zijn dus kennelijk mensen die daar zich over uitspreken. Maar zelfs binnen die groep zijn er toch mensen die eigenlijk weer terug willen naar de cel. Maar dan zoals het vroeger was. En andere mensen willen weer gewoon terug naar de cel. En dat er helemaal geen ophef is. En een paar mensen willen uit de gevangenis. Maar dat mag niet. Je mag niet uit de gevangenis. Je mag ook niet ophef doen. Maar je mag ook niet uit de gevangenis. Nou, en dat kinderachtige, vervelende. Ik zie dat steeds sterker. Het gaat nooit veranderen. Het wordt steeds erger. Je kan mensen. Ja. Nee, dat ben ik niet mee eens. Nee, dat gaat wel veranderen. Echt, geloof mij maar, wacht er niet op. Dat gaat niet veranderen. Mensen vinden het prima. Ja, ik ben eraan bezig dat het gaat. Ik weet niet in wat voor droom jij dan zit, maar natuurlijk wordt er af en toe geprotesteerd. Maar dat is die glijdende schaal. Soms gaat de beweging net over de grens. Nou, en dan is er een beetje gemor. Maar dat is wat ik probeer te schetsen, het beeld. We zijn zeg maar gevangen, maar mensen, als ze morren, willen ze niet uit de gevangenis. Ze willen terug naar hun cel zonder overlast. Ze willen dat de overlast verdwijnt, maar dat ze daarna weer terug kunnen naar hun cel. En ze willen ook niet dat jij uit je cel gaat. Jij moet ook weer terug naar je cel. Nee, maar dat komt volgens mij, wat jij nu schetst, komt dat alleen omdat die mensen die cel niet zien als een cel. Het interesseert ze niet. Het maakt ze niet uit. Het is zeg maar. Kijk. Maar dit is een niet stabiele situatie. Kijk, dit levert enorme supply chain problemen op. Uiteindelijk, je kan met die truckers bijvoorbeeld, je kan het op twee manieren aanpakken. Je kan ze helemaal kapot maken. Dat Trudeau denkt van, nou, maak ze helemaal kapot, pak de truck af, pak hun licentie af enzovoort. Nou, dan heb je helemaal niks meer om het supply chain te doen. Dan loopt het helemaal vast. Dan roep je de noodtoestand uit en iedereen op rantsoen of zo. En je zet het leger in met vrachtwagens. Nou, dan krijg je dat de overheid de voedselvoorziening regelt. Dan wordt het net zo belabberd als alle andere dingen die de overheid doet. En er gaan heel veel mensen gaan dood. En in Canada zal het wel meevallen, want daar zijn zoveel resources. Daar kun je, misschien in de winter niet, maar je kunt daar alternatieve manieren van voedsel voorzien. Maar dat gaat altijd zo. De overheden hebben er geen moeite mee dat mensen doodgaan. Kijk, dat is ook wat me verbaast.
Kijk, als ze, zeg maar, als ze ergens in een land bruine mensen in de woestijn worden afgemaakt, dat betekent gewoon, er worden mensen afgemaakt. Dat is niet de vijand of iets kwaadaardigs, nee. Jouw overheid is gewoon in staat om een enorme grote groep mensen af te maken, zonder verder bij stil te staan. Ja, zeker. Waarom? Ja. Kijk, dat is ook dat deel van, ze zitten in de gevangenis, ze vinden het best. Waarom zouden ze dat niet met jou doen? Het interesseert ze geen worst. Nee, natuurlijk. Ze gaan jou net zo goed massaal afslachten als het uitkomt en als het uit kan. En als het niet leidt tot andere situaties. Dus je... En als jij toevallig met heel jouw generatie je leven lang gewerkt hebt en een gezamenlijke levensverzekering hebt afgesloten. Ja, dat is, dan vraag je er ook wel een beetje om dat ze op het moment dat jij uitgekeerd wil worden, dan moet je dood. Een beetje extra stress in je leven pompen om je wat korter te laten leven. Nee, maar dat is ook het punt. Die, je pensioenleeftijd gaat omhoog, maar dat vind ik de grootste grap. Hè? Want oude mensen zijn, hè, stereotyp gezien, een beetje degene die zorg nodig hebben. Maar er zijn ook al voor de COVID-situatie, waren er gewoon al stemmen in Nederland van ja, als je oud bent, moet je eigenlijk geen gebruik maken van zorg. Dus het is wel de grootste uitgavenpost die we in Nederland kennen. Van elke euro belasting gaat er bijna het meeste naar de zorg. En er moet nog veel meer bij. Het is super duur. Maar als komt vaak ook niet bij die oudjes terecht. Maar als je oud bent, moet je de enige moment in je leven dat je er waarschijnlijk gebruik van gaat maken, moet je er geen gebruik van maken. Je bent niet een klant, je bent een kostenpost. Dat is het. Als je nooit privé healthcare hebt meegemaakt, dan snap je niet wat het verschil is tussen het zijn van een overlast en een klant. Nederlanders weten alleen maar hoe het is om overlast te zijn. Openbaar vervoer, je bent een overlast. School, je bent een overlast. Je bent een probleem. Als ze het OV zou het liefst geen passagiers hebben. Het geld is er al, geen passagiers, kunnen die treinen lekker rijden. Zorg, geen patiënten, kunnen we lekker dikke torens vol met administratieve functies doen, lekker verdienen, tijd uitzitten. Geen patiënten. Je bent een overlast in Nederland. En je weet gewoon niet beter. Maar het komt ook niet goed. Maar even vooruit simuleren. Want er gaan dan inderdaad een hoop mensen dood. Dat is wel waarschijnlijk. Ik denk wel dat er daar ergens een punt zit. Dat gaat veranderen. En ik denk dat... Ja, wat in het verleden altijd gebeurd is natuurlijk, dat je in de jaren 30 heb je ook een enorme groei van de staat gehad met aan de ene kant de nazi's en aan de andere kant Roosevelt. En die ook met de grote depressie enorme machtsgreep gedaan. Dan krijg je een oorlog waarin de overheid enorm aan geloofwaardigheid verliest en enorm veel mensen verliest. Want eigenlijk in zo'n oorlog, daar leggen de meest goedgelovigen onderdanen, die leggen het meest het loodje. Het hele machtsapparaat van de heerser, die gaan meestal te vuist met een ander machtsapparaat van de andere heerser. En daar gaan er een heleboel aan dood. En volgens mij wordt daar de vooruitgang geboekt. Het leren gebeurt als de mensen tussen zes plankjes verdwijnen. Want je ziet ook dat bijvoorbeeld in landen als Japan en Duitsland, waar de overheid het meest gekortwiek werd, dat daar de economie het sterkste terugkwam. Ja, en gewoon omdat er dan automatisch de meeste vrijheid ontstaat daarna. Nee, ik zeg niet dat dat een permanente oplossing wordt. Als jouw punt is dat er dan een tijdelijke ademruimte ontstaat, dan ben ik het helemaal met je eens. Dat geloof ik zeker. Maar mijn punt is, mensen willen daarna weer gewoon terug de gevangenis in. Ze willen weer terug in hun cel. Ze willen dat jij ook niet uit de gevangenis gaat. Ze zeggen niet van, oké. Er zijn een groep mensen die willen dit nooit weer herhalen en willen gewoon geen overheid. Die gaan gewoon ergens anders wonen. Nee, dat mag niet. Jij moet ook mee terug de cel in. En je mag... Ze zullen wel altijd zeggen, nooit meer. Dat is wel traditie altijd naar dit soort dingen. Nee, maar dat slaat nooit op de overheid. En er worden een hele hoop films over gemaakt. En uiteindelijk wordt het al zo verengd met die films dat het alleen... Alleen dokter Fauci was of zo, die de grote schurk was. En als er dan een nieuwe dokter komt die ietsje anders heet, dan is het er weer oké. Okay. En dat mag je absoluut niet vergelijken. Dat komt dan ook weer waarschijnlijk. Dat je nieuwe bedreiging absoluut niet mag vergelijken met die vorige. Want dat zou onderin zijn voor de slachtoffers. Als je katten op Fauci lijkt, dan moet je ook in de gevangenis. Dan krijg je dokter Bernard. Ja.
Maar we moeten wel even verder ondertussen met de berichten. Dus ik heb hier nog... we waren nog bij de truckers. Noodtoestand uitgeroepen in Canada door Bitcoin gevoede... corona, wat is, nou ja, die truckersconvooi die, dat ze Bitcoin krijgen. Dat is een beetje de strekking van dit bericht. Ja. Extreme right, ja. Pedo pollution, coin of funding crime. Dit is, zoiets, dit, ja. Dit is niet een nieuws over de convooi. Dit is een aanval op Bitcoin. Bitcoin moet... Ah, dat weet ik niet hoor. Ja. Dat komt van BTC direct. Nee. Dus dit is eigenlijk een beetje reclame voor Bitcoin. Nee, Bitcoin moet weg. Nee. En Bitcoin moet weg om verschillende redenen. Bitcoin moet weg omdat het wordt gebruikt voor criminaliteit. Het is milieuvervuilend. En voornamelijk extreemrechtse mensen gebruiken het. Dat zijn de aanvalsfactoren. Ja, maar dat is niet de strekking van dit stuk. Nee, maar daar gaat het gewoon. Dat is hoe het vertaald gaat worden. Ja. En dat is hoe we het... Ja, maar we hebben een oud stuk, hè? Maar inderdaad, de rest van de massamedia, daar wordt inderdaad negatief over gepraat. Ja. Nee, maar ook dit, het zijn gewoon betaalde, het zijn van die infomercials, hè. Je kan dat gewoon voor betalen om berichten door een BTC direct over te laten nemen, want die staan ingeschreven in een bepaald nieuwsgroepje. En er zijn er mensen en die leggen gewoon 10.000 euro neer en als jij een kopietje van hun nieuwsbericht plaatst op jouw website, dan krijg je ook een paar tientjes. Snap je? En dat werkt in de Bitcoin inmiddels ook zo. En je pikt ze er altijd heel makkelijk uit. Want meestal gaat het erover hoe Ripple stijgt. Maar het zijn gewoon echt anti-nieuwsberichtjes. En het is wel het netwerk van die Bitcoin wat het neerzet. En ook een nieuws.bitcoin.com doet daaraan mee, zeg maar. Die willen nieuws zijn. En zo werkt het nieuws tegenwoordig. Ja, maar ik zit een beetje op die sites van hun, van die activisten. En ik merk wel dat crypto, dat was wel iets wat... continu terugkwam, omdat het natuurlijk een gelddonaties, daar hebben ze dus dat gesodemieter mee gehad. Dat is de enige echte uitweg en daar blijf ik bij. En het is natuurlijk niet de eerste keer, want helemaal in het begin van die Kiona-crisis, toen was er ook zo'n sportschoolhouder die in New York en die wou zijn zaak openhouden en die kreeg enorm veel geld om rechtszaken te voeren. En die bankrekening die werd toen stopgezet door de staat. En dat was nog ver voordat we hier in Nederland het gedoe hadden met viruswaarheid en blauwe tijger en dat soort dingen. Bij mij startte de Bitcoin omdat WikiLeaks zijn bankrekening was geblokkeerd, kreeg ik de behoefte om naar WikiLeaks geld over te maken. En dat deed ik uiteindelijk met Bitcoin. Dat waren mijn eerste Bitcoins. Mooi man. Ja. Ah, in ieder geval, maar ik zag dus wel een hele hoop roep om crypto en crypto funding. En ze hebben nu een eigen NFT of een eigen coin, geloof ik, de Freedom Truckers. Token coin. Zei je net. Token, ja, sorry was het. Ja. Maar je weet nog niet welke blockchain ze ervoor gebruiken. En niet uit mijn hoofd, nee. Nee, oké. Okay. Ja. Dus ik kan dat wel opzoeken voor je van... Er zijn verschillende tokens op verschillende netwerken, dus dat is dan even maar misschien waait het ook over naar andere landen, hè? Want het zou wel een Ethereum moeten zijn. De hele Freedom Convoy, dat idee waait nu ook over, hè? Zelfs naar Nederland. Ik was van het weekend bij trouwens. Wie er ook bij was Rogier, die zal ook al in de chat zitten. Ja, die zit overal op de nieuws, hebben we. Rogier, de volgende keer moet je e-gulden stickers op je jas plakken als je weer op tv komt. Ja. Nou, het valt me sowieso op als ik dan een beetje door die berichten heen ga. Dat is dat gewoon, gewoon heel veel libertarische geluiden en geluiden over crypto. Die zie je toch regelmatig terugkomen in comments. Ik vind dat eigenlijk wel geinig, moet ik zeggen. Leuk is, als crypto zichzelf niet bewijst om waar je het moet gebruiken, of waarom je het zou moeten gebruiken, dan helpt de overheid ons wel een handje om het duidelijk te maken. Ja, precies. Want het bevriezen van bankrekeningen en van GoFundMe en zo, dat is echt een enorme push en een enorme reclame voor crypto. Ik denk wel dat ze dit meegenomen hebben in de simulering. Hier hebben ze wel aan gedacht, zeker weten. Mm-hmm. Maar het is wel mooi hoor. Dan... Even nog leuk over die GoFundMe. Dat ze dus in juni of juli 2020 op hun eigen Twitter kanaal
met trots deelde dat ze een van de Chaz medewerkers een moestuintje hadden ge-GoFundMe'd. Mm. Okay. Ik weet niet of je dat nog weet, dat was dus ja, in de anarchistenzone van de linkse BLM. Ja, precies. En er was iemand die wilde een moestuintje starten en dat had hij dan via GoFundMe gedaan. En toen had GoFundMe op zijn eigen Twitterkanaal, na het afronden van die succesvolle crowdfunding, geschreven: kijk eens beste mensen, wij hebben de Chaz-zone gecrowdfund. Weet jij nog hoe dat moestuintje eruit zag? Heb je dat, daar waren beelden van. Dat weet ik nog, ja. Dus nu wordt op basis van het mogelijk veroorzaken van geweld, wordt dus 9 miljoen ingehouden. Terwijl dat die Chaz-zone, die dus tot stand is gekomen met het gewelddadig overnemen van de plaatselijke politiebureau, hè, daarmee pronkten ze op hun eigen Twitter in 2020. Ja, ja, maar in ieder geval, ik wil dus positief zeggen. En in die, die zone waren ook verschillende mensen vermoord, hè, tijdens de Chaz-bewind. Er waren ook meer zwarte Amerikanen vermoord, verhoudingsgewijs onder het bewind van die dan gemiddeld in Amerika, waar ze zo tegen de keer gingen, inderdaad. Dus dat was inderdaad ook wel opvallend. Inderdaad. Als zwarte Amerikanen had je meer kans dat je zou worden doodgeschoten in het BLM-kwartier. JF zegt hier nog, dat is niet waar, fake news, het was de Summer of Love. Ja, dat is vast een CNN-kijker. Maar wat ik nog wilde zeggen, wat ik positief vind, is het van dat hele idee van die Freedom Convoy. Het waait nu over naar andere landen. En misschien daarmee ook het funden met crypto, weet je wel. Dus, er is ook een Canada e-coin, is er ook. Kunnen ze zo gaan beginnen. Tucker Carlson had het er ook over. En die... En die ging dan, maar dat is dan toch Fox News, daar kijken toch heel veel mensen naar. En die zegt van Bitcoin is lekker gedecentraliseerd, daar kan de overheid helemaal lekker niks aan doen. En zo kun je er mooi omheen werken. En dat vond ik toch ook wel grappig, weet je wel, dat op een hele grote nieuwszender er op die manier over gesproken wordt. Ja, ik denk dat... Oké, Rogier zegt nog, die zegt nog wat. Misschien wil jij het even voorlezen. Hij was trouwens naar Brussel gegaan, maar hij kwam er zelf niet in. Dus, Rogier zegt, er zijn trouwens nog steeds Nederlanders in en rond Brussel en er worden boodschappen hier vandaan daar naartoe gereden. Maar ook de plaatselijke bevolking overspoelde ons met eten, drinken en douche- en toiletmogelijkheden. Gaaf. Ja. Heb je... Ja. Wat is... Mooi. Ja, ik denk dat is een hele punt voor de overheid, denk ik. Dat de steun die komt op een gegeven moment uit alle hoeken en gaten. En onder de tafel en achter de deur langs. En de overheid die wordt in alles tegengewerkt. Omdat de sleepdiensten die zeggen van ja, nee, we hebben geen zin om die drugs weg te slepen. En al die kleine dingetjes maken wel uit. Die maken het voor de overheidsstroop om vooruit te komen. En het maken het voor de protesteerders verdacht makkelijk. Nou, en ik heb ook wel het gevoel dat we nu zien met rassenscheden dat al die regels gewoon in één keer allemaal worden geschrapt. Oostenrijk zag ik vandaag ook gewoon alle G's die worden geschrapt, de afstandsregels, de mondkapjes. Ja. Vanaf 5 maart kun je gewoon skiën. En er zijn al van tevoren zijn er al enorm veel versoepelingen, zoals dat heet. Maar 5 maart is het helemaal klaar. En dan is er alleen nog maar voor mij, die onder al die nazi's posten onder al die skireclames. Ja, ik denk dat jij er inderdaad van cruciaal was. Ja, ik denk dat cruciaal is geweest. Maar wat ik ook wel het gevoel heb van, kijk, straks komt het voorjaar er ook nog aan en zo. En dan niemand gelooft hier meer in. Helemaal niemand meer. En niemand gaat zich er ook meer aan houden. Is niet waar. Gelooft hier meer in. Meer dan de helft van Nederlanders. Het maakt niet uit, dan is het dan nog overduidelijk dat niemand zich meer aan die regels gaat houden. En dat gaat gewoon gebeuren. En het ergste wat die overheid dan kan overkomen is als ze gewoon zien dat niemand zich er meer aan houdt. En dat ze het ook niet meer kunnen handhaven. Omdat er gewoon te veel mensen zich er gewoon niet aan houden. En dan kunnen ze maar beter, denk ik zelf, zeggen van we hebben de pandemie bestreden met... veel succes. En, doen ze nu dus ook. We schrappen de regels. Want dan hebben zij... Kijk, het ergste wat hun kan gebeuren is dat het volk zelf de regels gaat schrappen. En dat het allemaal een wet op godslastering wordt. En dat niemand zich erbij aan houdt. Dan hebben zij namelijk
Ja, dan zeg je, ja, dan laten ze eigenlijk gewoon zien dat die overheid gewoon door niemand meer serieus genomen wordt. Dan kunnen ze maar beter net van tevoren alles zelf geschrapt hebben, ja, ja, ja. Zogenaamd. Dat is, niet vergeten dat er verkiezingen zijn, hè, Nederland. De koning bij het kleine prinsje, dat is zo'n kinderboek. Het kleine prinsje komt dan op de planeet van de koning. En dan op een gegeven moment zegt het kleine prinsje van, ik ga weg. En dan zegt de koning, ik verklaar dat jij weg moet. Ja. Dat is een kinderboekje, maar ja. Het geeft wel heel duidelijk aan hoe dit soort dingen in elkaar, ja, steken. Dat is, ja, het inderdaad een beetje. En... Maar goed, dan ben ik nog steeds bang voor het andere onheil. Want ik denk dat die hele digitale identiteit, dat is nog wel iets wat waarschijnlijk nog gewoon in de koker zit. Je klinkt bijna opgewekt als ik jou hierover wil vertellen. Maar ja, ik zie het eigenlijk meer dat het kwaad is al geschied, de situatie. En jij ziet het meer van een rooskleurige toekomst. De stok ligt er, hè? En ze kunnen ieder moment die stok weer uit de kast halen om iedereen mee te slaan. Ze hoeven alleen maar weer een excuus te verzinnen, weet je, bij de volgende het is niet zo dat hier de vlag uitgaat, zo is het niet, maar... Wordt nu gezegd, omdat de Omicron variant niet zo dodelijk is, kunnen we tijdelijk de maatregelen weer even aan de kant zetten. Ja. Nou, maar, en er staat er ook bij, maar we houden rekening met het feit dat er in het najaar van 2022... een dodelijkere variant zich opdoet. En HIV, hè? Nou, en HIV. Ja, nee, dat is nou door die prikjes weer, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Nou ja, goed, maar ik heb al zo vaker iets van gezegd. Van, maar ja, ik hoorde ook trouwens, er was een vriend van mij die zei van ja, er was bij een vriendin waren ze aan de deur gekomen omdat ze iets gepost had op Facebook. Waar, maar toen dacht ik van, nou, wat ik allemaal op Bevrijd Radio al heb gezegd. Dat ik nog niet mensen aan de deur heb gehad hier. Dat is werkelijk ongelooflijk gewoon. Dus, omdat wij geen luisteraars zijn. Als die nummers van jou. Denk dat die, nee, wat wij nodig hebben is een luisteraar die ons aangeeft. Dus bij deze. Want het, ja, ze zullen niet... Ja, dat gebeurt als je bij geheel onschuldige vrienden en familie gaat suggereren om eens te luisteren. Rapporteren, Facebook kun je rapporteren. Of de werkgever. Je moet ook een Vrijheid Radio rapporteerknopje maken. Rapporteer deze content. Waarom? Ik had dat klaar. Maar goed, wat Klaas zegt, dat is natuurlijk een probleem. Al die lui, die zitten er ook allemaal nog. Al die rechters, al die politici, iedereen zit er nog gewoon. En ze kunnen gewoon heel makkelijk gewoon ons weer... straks zijn die gemeenteraadsverkiezingen voorbij. Nou, dan kunnen ze weer gewoon ons weer vast gaan zetten over 3/4 jaar. En dat is misschien nog makkelijker ook voor ze dan. Ja, wat denk je nou, dat die gemeenteraadsverkiezingen, dat het nou opeens iedereen weer alles heel blij is met de huidige regering? Omdat er versoepelingen er zijn vlak voor de verkiezingen. Zou dat werken? Mm-hmm. Nou, ik denk zelf dat ze iedereen naar de Forum voor Democratie proberen te leiden, deze gemeenteraadsverkiezingen. Zodat het lekker chaotisch wordt en dat al die gemeentes onbestuurbaar worden met allemaal... nieuwe bestuurders die nergens verstand van hebben, die alleen maar te lopen te zeggen, wij willen alles decentraal en het moet anders. Nou ja, en bij de Tweede Kamerverkiezingen dan hak je dat erin zo. Nee, nou ja, fiasco. Wat me dan opvalt bijvoorbeeld, ik heb het gewoon bij vrienden die al 2 jaar kritisch zijn over het Kiona-beleid. Maar ik zie hoe makkelijk ze achter bijvoorbeeld zo'n Mona Keizer of zo'n Omtzigt aanlopen. Die mensen, die hebben ons gewoon, die hebben gewoon miljoenen mensen gedetineerd via de avondklok. Die hebben ons land kapot gemaakt met 3 lockdowns. Die mensen die hebben al meer dan genoeg gedaan om in wezen gewoon normaal... te worden geëxecuteerd als landverrader. Normaal. Maar die worden nou in één keer als een soort helden. En nou, die Mona Keizer, die staat voor ons op de pres. Weet je wel, nou, het is onvoorstelbaar hoe vergevensgezind mensen zijn dan. Het is niet te geloven. Ja, dat... Maar dat komt omdat ze weten dat ze aan het verliezen zijn, zeg maar. Als er dan maar 1 strohalm is, dan grijpen ze zich daaraan vast. Ze willen... niet alleen zelf terug naar hun cel. Ze willen dat de ophef stopt. En ze willen dat jij ook in je cel blijft. Ik ga het een keer opzoeken wat daar... Maar dat andere mensen in staat zijn om jou... Ja, als het ze zelf wat kost. Maar dat ze in ieder geval kunnen voorkomen dat jij het ook niet gaat doen. Dat bestaat. Dat is gewoon een kracht. En dat een deel van de bevolking heeft dat gewoon. Die is gewoon in staat van... Oké, ik wil niet... Jij mag het ook niet doen. En dat zie je in hele... Maar daar was ooit een grapje voor. Van,
Want dat was nog uit de tijden dat Amerika wat meer vrijheidsgezind was dan Canada. En toen was er een krabvisser, die had 2 tonnen met krabs. En die een zat deksel en die andere niet. En dan vroegen ze van waarom heb je een deksel en die andere niet? En zei hij van nou, ja, dit zijn Amerikaanse krabben. En dan moet je echt een deksel op doen, want die klimmen er zo uit. Maar dat zijn Canadese krabben. En als er eentje probeert uit te klimmen, dan trekken die anderen meer naar binnen toe. Ja, precies. Klaas, misschien kun je het een next level Stockholm-syndroom noemen. Ja, ik vind het best. Het heeft ongetwijfeld een echte naam. Maar dat is een heel ziekmakend iets. Want wat je eigenlijk doet, want wat de maatschappij echt ondersteunen en sterker zou maken, is juist dat je mensen die het anders willen doen, hun gang laat gaan. En er zitten heel veel gekken tussen, misschien zijn wij wel de gekken. Maar er zitten sowieso heel veel gekken tussen, dat als je die hun gang laat gaan, dan graven ze hun eigen graf. En dat is prima. Dat heb je nodig. Want als je alles op dezelfde manier doet, dan is het sowieso allemaal samen in de put. Maar je hebt juist nodig dat mensen het niet op die manier doen, zodat er nieuwe dingen, dat is, je hebt evolutie is niet alleen maar iets wat in biologie wordt gebruikt. Het gebeurt ook met hoe mensen met elkaar omgaan, hoe wij ons leven invullen. Alles is onderhevig aan wetten en we zijn altijd onderhevig aan die balans. En net zo goed dat er is altijd vrije markt. Heel veel mensen snappen dat ook niet. Die denken, oh, vrije markt is een vies woord en dat mag niet. Nee, dat is niet hoe het werkt. Er is altijd vrije markt. Je kan bij spreken mensen met handen en voeten ketenen. En dan nog steeds zullen ze een manier vinden om toch nog iets te onderhandelen of iets te bewerkstelligen. Hè? Misschien is het bijna onmogelijk, maar je kan het zo gek niet bedenken. In Noord-Korea is een vrije markt. De vrije markt is niet iets wat je beseft van, oh, hier is vrije markt, hier is een zak vol, ga het maar verdelen. Nee, dat is juist niet vrije markt. Vrije markt is wat altijd bestaat. En dat bestaat altijd, maar toch. Ja, omdat we dat niet begrijpen, staan we kennen ook niet. Want wat je moet toestaan is dat gewoon mensen die het anders zien, en die moet je hun gang laten gaan. En juist als ze succesvol zijn, moet je ze bij je aansluiten. Ja, want jouw genen kun je niet veranderen, tenminste nu nog niet. We hebben nog niet een micro-robotje die van jou echte vrouw maakt. Maar wat je wel kan doen, is jouw plek in de maatschappij. Als iemand anders een stap doet die uiteindelijk toch wel goed blijkt, dan kan je met die persoon mee gaan doen. En dat is een vorm van evolutie waarbij je in je eigen generatie de change kan maken, in je eigen leven. En dat is wat we afkappen. We kappen al die mogelijkheden af. En ja, dan beperken we op die manier de vrije markt tot hele flutseldingetjes. Maar je ziet dat daar zit de kracht. Hè? Want de vrije bewegingen van vele mensen. Ik hoorde dat van onder andere Rod Chauffeur. Ik heb ook andere libertariërs die wel eens in de gevangenis hebben gezeten. Zoals Adam Kokas, die hadden het ook wel eens verteld. Van, op het moment dat ze in de gevangenis zaten, dat daar toch nog vrije markt was, precies. Weet je wel. Al is het alleen al mensen die dan. Nou, wat de betaalmiddel vaak was postzegels. Ja. En dan kon je alles, dat werd een beetje als een munteenheid gebruikt. En dan kon je, waren mensen die verdienden dat door hun billen ten dienste te stellen van andermans behoeften, zeg maar. Maar je had ook mensen die kenden een skill, die konden iets repareren. Of iemand anders die kon alleen maar Spaans en die wilde Engels leren. Dus nou, iemand anders leerde hem Engels. Of iemand anders die had ervaring met sport, met trainen, weet je wel, bodybuilding. En die leerde die anderen van hoe je het beste je spieren kon kweken. Dus er werd van alles gehandeld daar in die gevangenis. Een heel leuk interview met Rod Chauffeur daarover. Over zijn tijd in de gevangenis. Dus nou, alles was te koop daar. Dus drugs, noem maar op, seks. Maar kon je daar ook een o-ring kopen van 3 centimeter, omdat je kranen niet deed? Dus. Ja, alles kon geregeld worden. Ja, En ondertussen zegt de JF, die zegt nog misschien is dat woord dat jij zoekt, Klaas, een mes, wat een mes formation psychosis. Wat? Mas? Nee, dat is wat die Matthias de Smet meekwam. Wat Robert Malone heeft gekaapt. Ja, JF zegt dat in de chat. Oh, hij heeft het wel netjes gekaapt. Hè? Hij heeft wel gezegd dat hij het gekaapt heeft. Ja, maar het is toch raar dat hij ging er zo lang over uitweiden zonder te zeggen dat het van iemand anders kwam. Dat het nou, nee, maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft het wel gezegd, ja, maar het duurde even. Het duurde even. En nou iedereen refereert eraan. Dat was van die Malone's theorie. Ja, inderdaad. Smet is een beetje ondergesneeuwd. En hij heeft het een verkeerde titel gegeven, want het is Mass Formation
Psychosis noemde hij het. En de Smet zegt, ik noemde eigenlijk liever Mass Formation Hypnosis. Want het is, psychose heeft hele speciale betekenissen. Maar over gevangenis gesproken, we hebben hier een vrouw die heeft ook kunnen ondervinden dat de vrije markt is in de gevangenis. En, het gaat over een vrouw die heeft 10 jaar in de bak gezeten in El Salvador vanwege een miskraam. Oh. Ja, doe me een beetje denken aan die sketch van Parks and Recreations, weet je wel? Met die iemand uit Venezuela, die komt dan langs. En die zegt van, you overcook your fish, you go to jail. You undercook your fish, you go to jail. Ja. Always jail, weet je wel. Ja. Ja, het is heel triest, heel triest. Ja, ik had het idee dat dit soort dingen gebeurt natuurlijk over de hele wereld, in een heleboel landen. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, Julian Assange zit ook nog in de cel voor het knappen van een condoom, geloof ik. Of ik weet niet of dat daar de... Nee, dat is al ingetrokken. Ja, dat is al ingetrokken. Die beschuldiging was vals. En... maar dat dit in het nieuws komt, heb ik het idee dat El Salvador een beetje neergezet moet worden. Net zoals Mexico altijd met genoegen alle schietpartijen belicht worden die in Mexico gebeuren. Om de Amerikanen een beetje af te schrikken naar Mexico te gaan, volgens mij. Want ze zeggen nooit wat er in Chicago allemaal wordt neergeknald in een weekend. Maar als er dan in Mexico wat gebeurt, dan zijn ze als de kippen bij. Ik heb het idee dat het... dat is... Iets wat ik tijdens het reizen gemerkt heb, ook was een keer in China in een museum. En dan beelden ze af van, vroeger was het vreselijk. Hier, beeld van vroeger onder de keizers, je werd gemarteld, je was niet waard voor de keizer. Andere landen is allemaal vreselijk. En dan krijg je zo'n concentratie dat eigenlijk het enige goede punt is hier en nu onder jouw heerser. Dat is eigenlijk, je moet niet naar links, niet naar rechts, niet naar voren, niet naar achteren, niet naar vooruit in de tijd, niet naar achteruit in de tijd, want de toekomst is ook vreselijk, want we krijgen allemaal klimaatcrisis en dat soort dingen. Dus het is, je zit gewoon helemaal ingesloten tussen allerlei dingen die erg zijn. En dat moeten ze al in stand houden, dat moet onderhouden worden. En dat onderhoud is af en toe een berichtje over de vreselijke toestand in El Salvador. Dat je niet denkt, oh, ik kan maar met Bitcoin altijd nog naar El Salvador toe gaan. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dit toch een... je kan het op verschillende manieren interpreteren, als ik zo JF lees. Is ze vrijgelaten vanwege een miskraam? Of is dat ze in de gevangenis omdat ze een miskraam had? Oké, zo kan je het ook lezen. Ik had gelezen dat ze een miskraam had gehad. En volgens mij staat dat ook in het artikel... Want die miskraam die had ze gehad omdat ze hulp zocht bij medische ondersteuning. En ze werd, dat werd toen een miskraam. En toen werd ze gearresteerd op verdenking van het afbreken van de zwangerschap. Oké. Maar dan is dit toch wel goed nieuws voor de huidige bewind. Dankzij die nieuwe president is ze vrij of zo. Ja. Nou, ik weet niet hoe nieuw die is. Ja, die zit er al een paar jaar. Maar dat is inderdaad ook een beetje een tiran hoor, die man. Ja, want er staat hier, het Centraal-Amerikaanse El Salvador is een van de weinige landen waar abortus zijn strengste verboden zijn en in enkele gevallen wordt berecht als moord. De 40-jarige president El Salvador Bukele is tegen abortus en werkt herziening van de abortuswerkgeving tegen. Hij vindt het afbreken van zwangerschap genocide. Ja, dat is alleen als het natuurlijk een meerling is. Dat is niet mijn... Ja, maar die man die is ook, dat wordt dan heel juichend over gedaan, want Bitcoin. Maar ik bedoel, Bitcoin is daar, ik zeg bijna iedere uitzending, onder dwang opgelegd. Eigenlijk voor de bevolking, die heeft de vrije keuze om het wel of niet te gebruiken. Maar als jij een winkel binnenloopt en je zegt, ik wil met die overheidsapp betalen, dan ben je als merchant verplicht om het te accepteren. En het probleem met die... Met die overheidsapp is dat die nogal buggy is, want overheidsapp. Dus soms komen transacties niet aan. Dus het is... ik weet niet, ik ben ook niet zo juichend over El Salvador als... het is nog steeds een overheidsproject, hè? Ja. Nee, het is al vaker te sprake gekomen hier. Heb je al een paar keer genoemd. Beter in Mexico zitten. Ja. Maar ja, ik kun gewoon... Die zo horen. Hm? Ja, je gewoon moet iedereen... Didi. Maar je moet gewoon iedereen vrij laten waar hij mee wil betalen, weet je wel. En als een merchant zegt, nee, ik wil alleen maar dat je met Flappycoin betaalt. Nou, prima. Ja, zijn keus. Dat is een beetje makkelijk beschikbaar. Flappycoin, hij ligt helemaal dood voor mij. De
Dat is de Dogecoin killer. Hij is niet van nee, Flappy Coin is zeg maar de Flappy Coin die staat zeg maar helemaal onderaan de lijst bij CoinMarketCap, zeg maar, altijd. Dus, het is niet het kerstkonijn, dat is van heel jammer. Nee. Ik kan je, want ik had dus een bunny coin. Daar heb ik nog best wel wat op verdiend. En de sexcoin, hè? De Trumpcoin. Ja, de sexcoin. Trumpcoin ook. De Ron Paul coin. Uitroepteken Ron Paul. Die moet nog gaan, maar het netwerk is erg zwak. Ja. Maar ik hou er nog steeds, als die ook komt te overlijden, want ik heb, er zijn 1 miljoen Ron Paul coins maximaal. Nou, ik heb er een paar duizend, denk ik. En als die komt te overlijden, dan ga ik een website beginnen. Dan kun je een Ron Paul coin burnen. Okay. Voor de marktprijs van dat moment, zoiets. Cremeren moet je dat. Ja, dan kun je 1 Ron Paul coin burnen in memory of Ron Paul. Maar de uitroepteken Ron Paul, voor als je het moet aan elkaar zonder spatie. Als je meedoen wil doen voor de EFL-prijs. Ja. Even kijken, Binance. Wat ik nog even wilde zeggen over die truckers, dan zie je dat zo'n metro berichtje van ze leggen de hele stad stil en dat is vreselijk. En dan komen er ook allerlei van die Twitter figuren. Koos24Koos hier bijvoorbeeld zegt, protesteren mag ten alle tijden, maar een stad compleet ontwrichten met een blokkade is wat anders. In Parijs en Brussel en Den Haag staat de overheid dat ook niet toe. Droef truckers, truckers for freedom. Zij, hij is daar heel negatief over, want natuurlijk als BLM een stad plat brandt of zo, dat is allemaal niet erg, want dat is voor een ander doel. Maar wat ik wel mooi vind is dat Babylon Bee had daar een mooie persiflage op gemaakt. Dat zegt Trudeau want the truckers to stop blocking the city, so he can block the city. want eigenlijk is dat, hij is de man van de lockdown. Ze hebben natuurlijk de hele tijd hebben ze de hele economie stilgelegd. En nou klagen ze erover dat de truckers de economie stilleggen. En die moeten dan gelijk hun blokkades opgeven, zodat Trudeau weer de economie kan stilleggen. Ja, er zijn ook winkels illegaal opengegaan toen die truckers er zaten. Of nu de truckers er zijn. En die zaten nog in lockdown, maar die zijn lekker opengegaan. Ook zonder QR's en zo. Van nou, fuck het maar. En die winkels die zijn lekker aan het verdienen sinds de truckers er zijn. Geweldig. Maar het is over die blokkades gezegd. Die truckers die hebben altijd nog een lijntje vrij. Voor nooddiensten en voor mensen die daar wonen in die grensstreek, bijvoorbeeld met Alberta en zo. Dus het is niet helemaal 100% geblokkeerd. Nee. Maar die politie, die blokkeert het 100%. Ja, die hebben want die willen dat die blokkade dan niet groter wordt. Dus er mogen niet nog extra trucks heen en nog extra. Mm. Maar het is eigenlijk is het hun blokkade. Het zelf die, politieblokkade. Ja, het is hun blokkade. Ja. dus ja. Maar het is ook inderdaad zo schunnig dat die Trudeau zegt van ja, het is, ze mogen de economie niet, mogen ze niet kapot maken en dat zo. Hij is 2 jaar lang is bezig geweest de economie kapot te maken. Volgens mij al tien jaar. Ja, misschien al 10 jaar, maar de laatste 2 jaar nog extra. Is hij al zo lang aan de macht? Hij is ook van die jong leaders of zo. World van Economic. Klopt. Hij en heel veel van zijn partij zijn. Volgens mij heeft Schwab, die had. Klaus Schwab, die had met heel trots gezegd dat daar de meeste discipelen van hem zaten, zeg maar. Bij kabinet Trudeau. Maar, het is een soort woke Hitler, is het eigenlijk. Nou mag je uitroepteken redeem Godwin 1, 2 of 3. Oh ja, doe een beloning voor Biden. Leuk. Ja, dan komt dat in beeld. Mensen mogen tegenwoordig zelf moet invoeren. Moet je ook een e-gulden vergrijpen. Ja, daar gaan ze de hele tijd dan doen. Moet je ze kopen en weggeven. Doen we Godwin coins. Maar in ieder geval Biden claims, die claims van alles. Van de demente man die loopt te mompelen. Waar krijg ik nou e-gulders voor, Klaas? Wat moet ik doen? Ja, ik guess wel Godwin is. Ik heb voor de Godwin heb ik altijd. Ah, prachtig. Iets hoger. Ja. Oké. Maar in ieder geval, Biden die loopt van alles te mompelen. Is dat nog een moeite waard? Iets met inflatie of zo? Ja. Build back better. Ik heb het niet gevolgd.
onze Biden. Ik zal het even voorlezen. Biden claims Senate close to passing a huge spending bill as inflation soars. Je moet even gaan scrollen, Johan. Dat is leuk, dat fotootje eronder. Even scrollen. Ver naar beneden. Big Pharma lies, Biden sucks. Don't sniff me. die don't sniff me vind ik erg leuk. Iets, ja, deze, dat meisje. Er zijn een paar van die compilaties van gemaakt ook. Hè? Dan zie je hem echt zo gaan. Zo. Echt heel eng is het. Als het ooit doorbreekt, die gulden, dan ga ik daar iets mee doen. Dat iets, de baby sniff event. Ja, ik denk ook. Ik dacht de sniftoken, maar... Sniftoken, baby sniffers. Ik kan me niet voorstellen dat Biden al heel lang gaat redden. Een NFT-series. Ja, maar dat is inmiddels... geld, denk ik. Maar toch inmiddels ook wel verwacht dat hij al lang... eruit gewipt zou worden omdat hij zo dement is, maar hij gaat maar niet weg. Beeld ja. Crack better. Beeld crack better. Biden geeft wel aan hoe laag... hij ging ook crack-hypes uitdelen. Beeld crack better. Oké, Klaas? Nou, Biden geeft wel goed aan hoe laag de minimum eisen zijn voor de sokpop die we daar moeten hebben. Dat is... hoe gek moet het nog worden? Komt er een tijd dat er niet een volledig mens komt te staan? Of alleen een oog? Alles. Ja, maar daar die crackpijpen, hij wou crackpijpen, wou die gratis verstrekken. Hoe zat het nou precies met die crackpijpen? Ja, het was samen met de heroïne naalden of zo. Het was maar het rare is natuurlijk dat bij heroïne naalden kan je nog zeggen, ja, die schone naalden, dan krijg je minder verspreiding van ziektes en zo. En dan hebben ze San Francisco hebben ze nou ook een soort overheidsdrugsgebruikgebied gemaakt. Hè? Een soort gedoogzone waar je gewoon lekker kan trippen. Heerlijk. En die crackpipes ook, maar eigenlijk crackpipes, dat is een beetje onzin dat je daar, verspreidt dat COVID of zo als je een crackpijp herbruikt of zo van iemand. Nee, dat is echt faciliteren van eigenlijk. Ja. Nou ja, daar werd natuurlijk het breed ophef over gemaakt over, gaat je belastinggeld naar crackpijp toe. Ja, dan ook met zo'n zoon natuurlijk. Ja, dus weet toch weer altijd manieren in onze familie te bevoordelen. Dat was ook zo'n grapje, dat was al een heel oud grapje van mijn vader, die maakte dat ooit, had de burgemeester, die had een wethouder aangenomen, die was zowel... ja, zwart als lesbisch, als gehandicapt, als transgender of zo. En toen, om alle bokjes te vinken, toen zei zo'n gemeentelid tegen die andere, hij weet altijd weer manieren te vinden om zijn familie erin te krijgen. Volgende berichtje, Johan. Ja. Berichtje uit Servië. Dat is een andere Build Back Better ding uit Servië, zie ik hier. Ook zal ik even erbij halen. Ja, dat klopt. Dat is zo. Er was even kijken. De Center for the Fourth Industrial Revolution is geopend in Belgrado. Oh, jakkie. Ja. Maar goed, kunnen ze heel veel afdwingen of is het maar gewoon een praatclubje? Nou, ik neem aan dat ze wel redelijk wat kunnen afdwingen. Ja. Oh, want Servië die staat ook open voor China. En ze horen nog niet bij de EU. Dus die pakken overal de deeltjes wel mee. Dus jij hebt binnenkort ook een chip in je hoofd. Ja, ik ben hier voor Liberland. Hè? Dus als iedereen gewoon op deze manier door blijft gaan wel. Maar als mensen mij op een gegeven moment echt een beetje steunen in te zeggen van nou maak dat Liberland maar even dan niet. Maar op het moment is het in Servië zo dat ze hebben wel trouwens, is misschien nog leuk om te zeggen, in navolging van die Djokovic hebben ze een Amerikaans mijnbouwbedrijf, er staat nog een filmpje van op mijn YouTube kanaal, waar allerlei protesten tegen die mijnbouw in Servië, en nou hebben ze, dat was een bedrijf uit Australië, die hebben ze de deur uitgeschopt, hebben ze gezegd, ga maar ergens anders mijnbouwen, dus ze hebben nu een, ook daar, het gaat om een heleboel geld aan, hoe heet het ook alweer, van die
elektrische auto's. Lithium, denk ik, batterijen. Oh ja. Lithiummijnen hebben ze hier. Mm. Dat was toch een Chinese lithiummijn? Die waar ophef over was? Die nee, dat was Australië. Ah, okay. Ja. Maar ook zo'n World Economic Forum. Ja, als je iets leuks wil organiseren, dan kan het wat dat betreft makkelijk in Servië. Want ja, het kost ten eerste kost het maar de helft. En ten tweede, ze willen wel graag, hè, ze vinden dat een hele eer om naast zo'n Klaus Schwab te staan. Want dan doen ze weer een beetje mee, want Servië die hoort er eigenlijk niet bij natuurlijk. Dus op deze manier krijgen ze dan toch eventjes de aandacht. Mm-hmm. Ja. Maar goed, ja, ik weet niet wat dat betreft. Ik volg de politiek in Servië niet zo, want dat is mij te ingewikkeld. Ik hou het bij Liberland. En dan komt het wel een keer, denk ik dan. Ja, er komt vast wel een keer iemand die met mij wil praten, dus dan zien we het. Die even wil uitleggen hoe het zit in Servië. Ja, ik heb, ga even naar Nederland toe. We hebben hier met een man met een kop als een aardappel, Kuipers. Ik denk dat hij een beetje de kop van Jut aan het worden is, hè? Ik zag hem laatst ik had een fotootje gedeeld dat ze hem op de krant hadden afgedrukt. Als je dan die half afgedrukte krant had en dan had je er een hele rits achter elkaar, dan leek het net zo piemel. Omdat je alleen die hoofd, dat hoofd zag. Maar ja, dat is een beetje de kop van Jut aan het worden, denk ik. De dikpik van de overheid. Ja, wat het erg was, dat daar kwamen dan weer wat WOP-onthullingen, e-mailtjes naar boven. En daar werd de term gebruikt, het Nederlandse volk een worst voorhouden. Dus dat is, nou ja, zo wordt er over je gesproken. Dat is eigenlijk alles wat je moet weten. Word je een worst voorgehouden, dat is nu de worst komt eraan binnenkort. Volgende week vrijdag geloof ik of zo. Ja, er waren ook allemaal grondrechtsschendingen en zo. En nu mag het in één keer wel gezegd worden. En ze hielden dingen achter. En er kwam in één keer een hele, ja, iets wat viruswaarheid continu al 2 jaar lang zegt. Dat in één keer staat er nu met dikke koeienletters in de krant, weet je wel. Dus, Ik vind het ook ongelooflijk, want we hebben dat WOP-verzoek gehad met die dat er meer mensenlevens of levensjaren zijn vernietigd met opzet. Er bewust voor gekozen door lockdowns in te voeren. Per saldo gingen er dan meer levensjaren verloren. En dan zou je zeggen, nou, dat is massamoord en dat is bewust. En dat is best wel onsympathiek van onze heersers. Maar daar werd helemaal niet over geluld. En nu is het over een worst voorhouden. Ja, dat is dan allemaal heel erg. Ja, dat wat er gebeurd is, dat het eigenlijk niet mocht. Want grondrechtsschendingen. Nou, daar zeg je wel iets goeds. Hè? Ja. Normaal gesproken, als jij in een bedrijf zit bijvoorbeeld. En je maakt een bepaalde beleidsbeslissing. Dan, dat kan misschien slecht zijn. Maar als je enigszins gezond opererend bedrijf hebt, dan ga je op een gegeven moment de vraag stellen van, levert dit wat op? Hè? Zijn er cumulatieve, in dit geval zou je dan kunnen zeggen, zijn er cumulatieve problemen van onze maatregelen, wegen die op tegen de cumulatieve lasten die we anders zouden hebben gehad van die ziekte? En dat zijn misschien getallen die moeilijk te bepalen zijn, en dat is wel vaak zo. Hè? Je hebt, nou, die hebben ze dus laten bepalen door een eigen centraal bureau voor de statistiek. En dat wisten ze allemaal. En dat is ook via een WOP-verzoek naar buiten gekomen. En dat rapport was heel duidelijk. Van, ja, als je die lockdown gaat invoeren, nou, dan kun je maximaal 100.000 levensjaren winnen. En je verliest er 620.000 levensjaren. Dus per saldo ga je de 520.000 levensjaren worden er vernietigd. Plus nog duizenden miljarden aan schade en weet ik allemaal wat voor ellende. Het is verschrikkelijk wat ze. Nou, dat wordt dan allemaal keurig netjes voor ze uitgerekend. En dan zeggen ze, nou, laten we het dan maar doen, niet lockdown. Nou, dat zou dus echt een nationaal schandaal moeten zijn. Maar nu hebben we het over een worst. Het is niet erg dat het dat hij zo'n zin gebruikt. Maar wat dat aangeeft, is dat we gaan even verlichting bieden. Dat zegt hij eigenlijk. Laten we ze even een worst voorhouden. En dan halen we die worst straks weer weg. Dat zit er eigenlijk ook weer in. Dus volgens mij komt die. Ik zeg niet dat het niet erg is, maar dat andere was ook wel vrij pittig. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. En daar werd niet over geluld. Dat was volgens mij alleen het Parool of de Trouw. Ik dacht Parool. Dat was de enige krant die er even over heeft geschreven. En de rest heeft het niet eens gepubliceerd. Ik heb het via Viruswaarheid gehoord. En Blackbox had er een uitzending over. En dat was het. Maar gewoon in de kranten, in de media, het werd helemaal niet over geluld.
Nee. Ik vind het nogal heftig als je gaat zeggen van we hebben uitgerekend dat er meer levensjaren verloren gaan met deze actie. Maar we gaan hem toch doen, want we willen het gewoon lekker vinden om te doen. Hè? Plus de alle economische schade en de grondrechten die worden afgepakt en weet ik allemaal wat. En ellende en die kinderen en alles. Maar we doen het toch lekker wel. En daar wordt helemaal niet over geluld. En nou hebben we weer nieuwe WOP-verzoeken. En dan is het. Dat is dan wel weer een dingetje of zo. Nou ja, goed. Maar nu mag het, geloof ik, na 2 jaar. Ja, goed. Maar je ziet ook in één keer sommige bewindslieden in één keer 180 graden draaien, weet je wel. Bruls onder andere, die de hele tijd autoritair was. En dan in één keer, ja, nee, maar eigenlijk vond ik het ook niet kunnen, weet je wel. Die voelen toch een beetje de guillotine aankomen, weet je wel. Dus die denken, nou... Ja, maar ze merken ook wel dat het werkt. Want ze hebben dan een prachtig voorbeeld van de landverraders. Die als landverraders moeten worden geëxecuteerd. Ontzicht en Monekaiser. Die zien ze nou in één keer. Dat zijn een soort volkshelden zijn dat. Die voor ons opkomen. En nou, die Bruls denkt, nou, dat kan ik ook. Ja, ik vond het eigenlijk altijd al een slecht idee, die lockdown. Ja, maar gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, natuurlijk. Been at war at the East Asia of zo, weet je wel. Ja, dat vind ik ook wel een beetje het probleem met Thierry Baudet. Dat hij in het begin al voor meer lockdowns prijst was. En dat hij. Hij ging eigenlijk tegen het kabinet in door met hardere maatregelen. En toen merkte hij opeens van, oh wacht, nee, ik kan meer stemmen krijgen met juist voor die andere kant te gaan. Maar dan is het eigenlijk alleen maar vissen naar stemmen. Heb je eigenlijk helemaal geen principes. Nee, er zijn geen politici met principes. Nee, er zijn geen één. En dat is in principe wel vaak mooi aan libertarische politici. Die zijn vaak nog wel in staat om ongeacht kennis over... de stemmers en andere factoren die een rol spelen, tot min of meer hetzelfde beleid te komen, omdat ze wel een principe kunnen hanteren. Maar elke politicus in elke partij die nu aan de macht is, die kan zowel de voor- als de tegen, wat moet gebeuren, kan niet zich achter gaan staan. Hey, ik denk. Nou, dan ben ik het met Baudet niet helemaal eens, want zonder dat ik een Baudet-fan ben, en ik heb het hem ook vreselijk kwalijk genomen. Alleen, het punt was met Baudet, is van, dat je misschien wel kan zeggen dat hij wel principes had, het zijn alleen niet mijn principes. Maar hij zei van ja, ik dacht dat het echt iets à la ebola was. En dat we dan een korte lockdown moesten hebben, en dat was dan de oplossing geweest. En dan een nog hardere en korter. Alleen, toen kwam je erachter van, oh wacht eens even, ik ben genaaid. Maar toen heeft het nog heel lang geduurd voordat hij inderdaad eens een beetje gaan draaien. Maar er kwam in zijn achterban zat er ook nog een hele hoop volk wat nog wel best bang was en zo. En wat ook al zat te schreeuwen van, sluit ze op en geef nog hardere boetes. Ja. Maar op een gegeven moment heeft hij inderdaad die draai gemaakt. Maar ik denk ook wel dat hij er zelf ook wel in gelooft. Alleen het punt is, daarom ben ik dus een libertariër. Omdat voor een libertariër maakt het helemaal niet uit of er een ebola of dat er een dijkdoorbraak of een kerncentrale die ontploft. Libertariërs zullen altijd zeggen van ja, het zal altijd een advies moeten zijn. En als het een goed advies is, dan volgen mensen dat wel op. En zodra mensen het als een slecht advies zien, dan niet meer. Maar die willen nooit een fascisme in gaan voeren om een crisis te bestrijden. En het is eigenlijk iets wat hij dus wel wou. 17 miljoen hersenen altijd beter zijn dan 12 hersenen of zo. Precies. Hij heeft nu uiteindelijk toch gezegd, en dat heeft heel lang geduurd, maar hij heeft uiteindelijk toch gezegd van ja, die lockdowns, dat is eigenlijk altijd een slecht idee. Dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Hij heeft eerst nog heel lang gezegd van oké, ja, ik had niet door dat we werden besodemieterd en ik had niet door dat het maar een griepje was. En op een gegeven moment zei hij toch van ja, nee, het is eigenlijk gewoon nooit, het kan eigenlijk nooit echt werken en zo, het moet eigenlijk niet. En dan heeft hij ook zijn excuses aangeboden. Moet ik dan toch wel. Okay. Maar ik denk niet dat hij echt een super fan was van een soort lockdown 2 jaar lang duren. Maar waarom maakt het uit? Ik denk 2 weken maar. Baudet is toch niet waar we het gaan moeten hebben? Of zijn jullie fan? Nee, het gaat er gewoon om van of hij... Ik kan me best voorstellen dat hij of zijn partij, dat hij nog wel een soort van principes heeft.
Ja, zonder dat ik het opstel. Ik vind het inderdaad wel bewonderenswaardig als iemand sowieso zijn verontschuldiging uitmaakt en maakt en zijn draai maakt terwijl je een publieke figuur bent. Dat is sowieso wel moeilijk. Dus op zich wel een puntje van respect. Maar hij is op dit moment toch niet een regeringspartij. Nee, mijn punt is, en dat is misschien ook niet helemaal waar, maar mijn punt is dat alle regeringspartijen, daar zit geen principes in. Ik ben van mening dat politici van rings, die kunnen overal achter gaan staan. Ze kunnen met elkaar oneens zijn. Die we nu hebben, zeker. Ja, dus daar zit geen principe in. Ik denk dat de 10, 12 partijen, dat daar geen enkel principe in zit. Gewoon die, en wat Peter die lopen zei, met wat de agenda dat is. De kern van hoe je dit oplost, is dat je... Dus vooral als op een gegeven moment, want ik snap dat we niet in een libertarische samenleving leven, maar op een gegeven moment heb je inderdaad het moment bereikt waarop het redelijk overzichtelijk was wat de impact was van corona. Op sommige mensen was het iets heftiger, in sommige categorieën was het bijna risicoloos. En vanaf dat moment had je inderdaad kunnen stellen van... laat mensen gewoon zelf een keus maken. En dan, omdat je een over-uber gereguleerd land hebt, had je misschien wat regulering kunnen introduceren waarbij je zegt van mensen mogen niet gediscrimineerd worden op hun coronamaatregelen privékeuzes. Zoiets of zo, weet ik veel. En dan was je misschien heel end gekomen en dan waren er misschien winkels geweest die hadden gezegd van oké, we gaan 's ochtends, omdat er dan toch geen normale mensen zijn, gaan we alleen open voor bejaarden. En dan hebben we allemaal masker voor, weet ik veel. Het had gewoon gekund. En misschien hadden sommige mensen gezegd, wij willen helemaal geen maatregelen nemen. En dan hadden mensen die dat willen ontwijken, hadden dat waarschijnlijk kunnen ontwijken. En dan, is hier in Servië ook zo gegaan over wat jij zegt, Klaas? Had je op een gegeven moment winkeltijden voor 65 plus en, of 60 plus volgens mij. En dan... mocht je dus als jongere niet de winkel... Die staan dan ook niet voor de deur. Dus het matcht ook prima. En dat is wel in meer gebieden gebeurd. Maar ik denk dat iets dat had organisch kunnen ontstaan. En dan had je ook andere oplossingen kunnen hebben. In plaats van dat we nu met superveel miljarden hebben gesmeed naar de zorg. En heel veel nog meer miljarden zijn verloren door alle economisch verlies wat hebben geleid. Ja, maar wacht even. Kijk, jij denkt in die oplossingen. Maar dan ga je al helemaal mis. Kijk, ik geloof wel dat Baudet dacht van er is een probleem en ik zoek naar een oplossing. Daar geloof ik wel in. En dat is dan niet mijn oplossing. Maar bij al die andere partijen, die waren helemaal... Dit was een pandemie. Peter zei van 70 miljoen hersenen weten meer dan een groepje pandemie mensen. En dat is, dat is de essentie. Je krijgt als je... Je ziet vaak bij overheidsingrijpen dat niks doen waarschijnlijk een beter resultaat was geweest. En het is altijd maar de vraag wat een optimaal resultaat is. Maar je ziet inderdaad dat als je gewoon een groep mensen allemaal individuele deelbeslissingen laat nemen, kom je vaak wel tot de meest optimale resultaten voor die mensen. En dat is vaak niet... Je zou eens een keer met de planning de spijker op zijn kop kunnen slaan per ongeluk. Maar zelfs als je goedwillend bent, dan heb je als planmatige overheidspersoon heb je gewoon niet de tools om goed te besturen. En dat komt gewoon omdat je hebt gewoon geen goede signalen. En dat is zeg maar in het meest ultieme situatie dat de persoon die bestuurt ook op een of andere manier zijn uiterste best doet om het ook goed te doen. Nou, en dat de realiteit is ver daarvan af. Er zijn vaak belangen, andere zaken. En zelfs als je het fout wil doen of andere intenties hebt, dan nog steeds heb je niet de signalen. Dus zelfs het stukje wat je meent te moeten gaan aansturen. Ja, want er zijn bepaalde taken die worden vervuld. Mm-hmm. Ja, die kun je niet goed doen, want je weet het niet. Je hebt geen enkele meting of je beslissing juist is, of je resources goed gebruikt zijn. Want je kunt het nergens mee vergelijken. Maar ik denk dat zij wel heel tevreden zijn. Degene die... Ik kan me niet voorstellen dat dat... dat ze gewoon niet super tevreden zijn met de afgelopen 2 jaar. Ja, het is geweldig. Want, maar goed. Ik denk dat ze hun plannen wel hebben kunnen doorvoeren eigenlijk. Gewoon uit mij. Toch? Ja. Of denk je dat ze nog... Ik denk dat er toch wel tevredenheid zou moeten overheersen. Ja.
Maar zal ik maar gelijk even naar de, voordat hij weer moeilijk gaat doen, zal ik maar even naar de EFL-prijs gaan, even de prijzen delen. Dan kunnen we daarna nog even die laatste berichtjes doen. Ik dacht, we gaan de prijsfactoren krijgen. Nee, het rad van de waarde, Fortuin. De waarde. Ja. Hoppakee. Het gaat weer EFL regenen en we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wie er gaat winnen. Dus we gaan even een draai geven aan het rad. Even kijken hoor. Moet even het rad tevoorschijn halen. Even kijken hoor. Oh jongens, ik doe dit ook niet iedere dag, hè. nou, als je hem nog even, je kan nu nog even uitroepteken Ron Paul typen. Dan, even kijken. Oh, hè? Zo weinig mensen, dat klopt niet. Oh, ik denk dat we opnieuw, omdat we opnieuw gestart zijn, dat hij... Ja, dus mensen moeten even opnieuw weer uitroepteken Ron Paul intypen. Ja. Ja. Niet meer. Ja. Ik zal nog heel even wachten. Ik zie dat er nu maar een paar mensen het ingetypt hebben. Kijk, het stroomt al binnen. Nou jongens, hoppakee. Er komen nog mensen bij, Uitroepteken Ron Paul, als je niet weet wie hij is, google hem even. Ja. Even kijken hoor. 3, 2, 1, ik ga nu een draai geven aan het wiel. Hoppakee. Wie zal winnen? Wie zal hem winnen? Als ik hem ben, dan geef ik opnieuw een draai. Even kijken, wie is dit? Bij wie staat hij eigenlijk? Bij, iemand met een hele lange naam. Kan het niet goed lezen. Staatsvijand nummer 2. Ja. Oh, dat ben jij, Jan-Marc. sorry. Ik win. Nou, stuur gewoon je adres toe, dan... Dan krijg je dan weer een paar. Krijg je weer wat doekoe. Ja. Ja, dat is leuk. Ik ben momenteel ook bezig, Johan. Oké, met wat? Met een NFT, hè? Nee, met een NFT. Ik ben bezig met een Liberland staatsburgerschap. Oké. Iemand die het wil kopen. Op dit moment 14,8 Bitcoin Cash. Wow, oké. Okay, Bitcoin Cash, ja, maar dat is nog steeds veel. Voor een land waar je niet op mag. Voor een land waar je niet op mag. Ik kan er wel heel mooi mee showen. Ja. Maar we gaan nog even verder met de berichten. Ik heb hier een opgepakte politieman. Had inzage in alle lopende infiltraties van de politie in de georganiseerde misdaad. Ja. Hebben we het, dus hebben even, het al over die ministerie bemoeide zich met de OMT-adviezen? Of? Ja, dat was eigenlijk samen met al die andere berichten van Kuipers, hè, dat die kop van Jut was. Maar je kan er nog even over hebben hoor, als je wil. Nou ja, de overheid doet altijd van wij follow the science. En we hebben een commissie met experts en die zitten in het OMT en die vertellen ons wat we doen. En wij volgen alleen maar de experts op, zeg maar. Maar zo zit de politie natuurlijk niet in elkaar. En nou blijkt dus ook dat het ministerie het OMT eigenlijk vertelde wat hun advies moest zijn. Het is eigenlijk alleen een voorwensel om te kunnen zeggen... Maar dat lijkt me ook weer mooi voor mensen die in het OMT zitten en die nu een beetje nattigheid voelen en zo. En dat lijkt me ook lekker om te kunnen zeggen van ja, het was ons advies helemaal niet. Het was... kom je moeilijk mee weg. Het waren hun. Daar kom je moeilijk mee weg, denk ik. Want dan had je het gewoon eerlijk moeten quitten of moeten stoppen of dat moeten zeggen of zo. Maar ja. Het klinkt wel een beetje als het grote na elkaar wijs belletje. Dat is toen maar. We kunnen wel heel dat gedoe van we follow the science. En dat wist je natuurlijk eigenlijk al, dat altijd als de overheid een adviescommissie heeft. Daar wordt natuurlijk goed voor betaald. Dus die adviseurs die gaan allereerst even proberen het uit te vinden.
wat willen jullie als conclusie hebben voor ons onderzoek? En ik werkte bij TNO en er werd al lacher over gedaan. Van als die opdracht binnenkomt, dat eigenlijk het eerste wat wordt uitgevonden. En daar hoeft niet eens expliciet gezegd te worden. Hè, van oké, dit moet erin staan. Dat dit een heel goed product is of zo. Nee, je kan gewoon aangeven van er komt iemand binnen en die wil onderzoeken of gsm-masten of dat gezondheidsproblemen geeft. Dan wil je weten uit welke hoek komt die figuur. Wil die juist horen dat het gezondheidsproblemen geeft of wil die horen dat het geen gezondheidsproblemen geeft. En daar kom je heel snel achter als je even met zo iemand zit te praten natuurlijk. En die betaalt de doekoe. Dus dan weet je gewoon waar dat resultaat op uit gaat komen. En dat gebeurt gewoon op grote schaal. Gaaf. En mensen zijn daar zo goed in. Dat hoef je nergens niks op papier te zetten of zo. Iedereen weet gewoon van hoe het geld stroomt. En wat ze willen horen. De klant die betaalt. Ik vind het wel leuk als de klant, in dit geval de overheid, eerst iets wil. Dat de experts gaan zeggen, bijvoorbeeld, mondkapjes moet je niet doen, dat is schijnveiligheid, daar moet je niet aan beginnen. En dat hebben we Hugo de Jonge horen zeggen, en Van Dissel. En dan in één keer dan wordt er wat gesproken dan met de andere World Economic Forum maatjes. En dan, we moeten toch gewoon iedereen op deze planeet aan een mondkapje hebben. Oh ja, maar dat is lekker. We hebben net iedereen verteld dat die dingen niet werken en dat je ze vooral niet moet gebruiken. Ja, dan moet je nou weer. En dan komt er een telefoontje naar Van Dissel. Kan je nou niet een verhaal gaan vertellen dat ze misschien toch wel werken? En dan zie je hem dan helemaal eigenlijk gewoon tegen heug en meug staat. Die baard staat dan van ja, we weten nog niet precies dat het misschien dat zou toch nog wel ergens een promillage kunnen zijn dat het werkt. Dat hebben we nog niet helemaal uitgezocht, maar tot die tijd draagt ze dan maar wel, weet je wel. En dan krijg je ondertussen weer een rel dat het te weinig mondkapjes zijn. Want, maar niet een goeie. Je mag wel één dragen, maar niet een goeie in de trein. Ja, goeie mag niet. Nee. Daar zei ze later van ook van we logen omdat we bang waren dat de goeie op zouden raken. Dus zeiden we maar, je moet een niet weer opmerkend mondkapje dragen. En ja, maar er was iemand die dat hebben ze precies zo in de VS, is dat ook precies zo gebeurd. Hè? Dit helezelfde scenario is identiek. Dat is ook wel even wat om te beseffen. Dat wordt echt wel psychologisch spelletje gespeeld. Ja, maar overal precies hetzelfde scriptje afloopt. Dat geeft toch wel aan dat er iets heel centraals achter zit, lijkt me. Ja, nou, er was iemand die kon, een ondernemer, die kon in een heel rap tempo dus al die medische mondkapjes leveren. Genoeg voor iedereen, zeg maar. En die mocht dat niet doen, want voor medische mondkapjes is er een exclusieve deal gesloten met één bedrijf. Ja, en dus al die mondkapjes moesten vernietigd worden, weet je wel. Ja. dat zit er ook nog achter. En dat je die gast van CDA, die er nog vet aan verdient. Siebert van Lien. Ja, maar je had het nou bijvoorbeeld die gommers, die wou uit het OMT. Maar die mag nu niet. Ja. En wat er volgens mij achter zit, is dat die gommers, die ratten, die willen dat schip verlaten. Nee, precies. die wordt dus bij zijn kraag wordt die terug dat OMT. Samen uit, samen thuis. Weet je wel? En dan... En hij vertelde ook dat er enorme druk was om met één stem te spreken. Dat alles al van, nee, we moeten met één stem spreken. Wat eigenlijk betekent van, just following orders. Je moet gewoon doen wat je gezegd wordt. Ja. Maar hij had toch ook al een filmpje laten maken dat hij zei van, ik snap het niet dat mensen zich zo druk maken over corona, want het is eigenlijk maar een verkoudheid. Ja. En ik denk dat hij dat met opzet heeft gedaan. En dan misschien wel in de hoop dat hij dat OMT uitgetrapt zou worden. Maar dan trappen ze mooi niet in. Nee, jij blijft hier. Helemaal. Als wij gaan, ga jij ook. Ja. We all went down together. Vietnam. Ja. Maar het mooie, bij Jen Psaki in Amerika was het zo dat die werd ook gevraagd van, die lockdowns. Er komt nou een John Hopkins onderzoek uit dat die lockdowns eigenlijk helemaal niet werken. En die Jen Psaki zegt, ja, maar kijk, dat was natuurlijk eigenlijk van Trump beleid. En toen vroeg die reporter nog, die vroeg achteraan van, dus jullie zijn tegen lockdowns? Nou nee, dan verwijs ik naar de experts. Dat wilden ze ook niet zeggen. Ze wilden wel de schuld aan Trump geven.
maar dan ook niet tegen zijn. Je kan niet het een of het ander hebben. Het leuke aan dat verhaal met Trump is dan ook nog een keer zo, want Trump die zei van nou, we gaan het niet vanuit DC regelen, dat de staten moeten dat individueel regelen. Ja. En het bleek dan dat eigenlijk vooral de democratische staten, die waren het heftigste met die lockdowns. En toen weet ik nog dat Trump toen een kaart had meegebracht naar een van zijn persconferenties, waar die liet zien dat de staten die een vrijer beleid hadden, het beter deden. En toen was zijn advies, stop nou met die lockdowns. Hè? En nou ja, dat werd natuurlijk niet opgevolgd. En daarna kwam Biden inderdaad. En die was helemaal pro-lockdowns en zo. Maar het waren dus wel de democratische staten die daar gewoon mee doorgingen. En de republikeinse staten die zijn nog vrijer geworden nadat Biden is gekomen. Dus om het nou op Trump te gooien, dat het eigenlijk... Kijk, hij is wel begonnen met dat 15 days to stop the spread of zo. Daar is hij wel in meegegaan, hè? Ja, maar hij nog steeds dat vaccin, dat neemt hij ook nog steeds credit voor. Wat zijn achterban helemaal niet leuk vindt. Nee, maar als hij dat loopt te zeggen, ja, van dat is mijn vaccin. Nee, you have to take the vaccine. Dan hoor je ook boegeroep uit het publiek. Ja, klopt. En eigenlijk is het enige waarbij hij boost krijgt. Maar hij heeft ook, maar pharma is zo belangrijk in Amerika. Dus die Biden heeft wel geld gekregen van pharma voor de campagne. Maar Trump ook, hè, heeft ook miljoenen gekregen van Big Pharma. Ja. Alleen, dus hij wil zichzelf toch niet in zijn voet schieten door die Big Pharma af te vallen. Want dat is dan kennelijk toch nog belangrijk. Alleen, hoe hij het dan zegt is van, ja... Maar ik wil het vrij houden. Dus mensen moeten zelf beslissen. En dan onder mijn beleid was er helemaal geen anti-vax-beweging. Want doordat ik het vrij liet, was het allemaal niet zo'n dingetje. Dus bij Biden, doordat hij het heel erg aan het pushen is, zie je dat er nou veel meer anti-vaxers zijn. Zo brengt hij dat dan. Maar inderdaad, dat vooral onder de Republikeinen is er een hele... Ja, er is veel aversie tegen die. Ja, en er zijn meer antivaxers, omdat het woord antivax ook geherdefinieerd is. Hè? Dat was eerst iemand die tegen vaccins is. En nu is het iemand die tegen mandaten is over vaccins. Ja, dat klopt, ja. Elke libertariër is instantaan een antivaxer geworden. Het is wel opvallend dat hij inderdaad bij die rallies... Hij is zo verschrikkelijk populair... dat hij inderdaad op zijn rallies wordt uitgejoeld. Gewoon op het moment dat hij iets positiefs gaat zeggen over die... En dan zie je hem ook heel snel van... Ja, but I believe in your freedoms and I will never mandate it. En dan gaat hij heel snel... Maar het is iets waar je niet omheen kan. Maar vandaag is daar uitgekomen die O'Keefe leak video... Waarbij zo'n man van de FDA zegt van wij krijgen honderden miljoenen van de farmaceutische industrie om dat een jaarlijkse prik te maken. Ja. En hij, wat noemde hij nog meer? Ik heb het filmpje nog niet helemaal bekeken. Maar hij noemde het geloof ik een fountain of money. Er kwam een fountain of money uit. En als je dat hele boek van Robert Kennedy Jr. gelezen heb over de real Anthony Fauci, dan weet je gewoon inderdaad, zo werkt dat. Niet alleen stelt de overheid het medicijn verplicht waar de farmaceutische industrie voor betaalt, maar ze verbieden ook alle andere medicijnen nog, zodat er echt geen uitweg is. Alle schapen die moeten gewoon die slachtkooi in, zeg maar. Ja. Nou, jij had het ook over de vorige keer had je het over dat hele AIDS-verhaal, wat ook in het boek staat, hè? Ja, en, hetzelfde principe, ja. Ja, de viruswaarheid kwam daar laatst met een hele interessante interview uit. Ik denk dat ik weet daar ging het ook over dat ze die testen van die op HIV, daar was nogal wat op aan te merken. Maar in Afrika ging men nog een stapje verder door mensen gewoon een vragenlijst in te laten vullen. Men kon dan punten scoren bij vragen. En als je 12 punten had, dan was je dus HIV besmet. Mm-hmm. En je kreeg al gelijk 12 punten als je gewichtsverlies had. Ja, en vermoeidheid. Ja. En dan werd je op de AIDS-remmers gezet. En die waren dan levenslang. Want dat HIV, dat kon je dan constateren dat je het had. Maar je kon dan ook testen en dan was het weg. Maar dan zeiden ze, ja, maar dan zit het nog misschien in je beenmerg of zo. Dus dan heb je het nog wel, alleen dan zien wij het niet meer.
Dus ja, moet dan. Maar ze werden dus ziek van die medicijnen. En het was een afgekeurd kankermedicijn. ACT heette dat. Ja. Maar als je dat slikte, de reden dat het afgekeurd was, was omdat je er aan dood ging. Ja. En toen zei ze dat in Afrika als aidsremmers gewoon gaan gebruiken. En de bijwerkingen, dat waren dezelfde verschijnselen als aids. Ja. Ja, maar dat, dus is hele, kregen dus... maar dat is de hele truc van het. En dat staat in dat boek beschreven, inderdaad. Dat ze gebruiken medicijn dat dezelfde symptomen vertoont als aids. En dan kan je die pandemie uitbreiden met het medicijn. En eigenlijk is het niet heel erg des overheid. Hè? Want de overheid is eigenlijk altijd van onze oplossing veroorzaakt meer van het probleem. En dan wordt het probleem groter. Oh ja, dan is er nog meer oplossing nodig. Ze hebben net zoals met geld drukken. Ja, we hebben een probleem. Oh, dan moeten we geld gaan drukken. Oh, het probleem is toch nog groter dan we dachten. We moeten nog meer geld drukken. Oh, het is nog groter. Moeten we nog meer geld drukken. En dat is eigenlijk wat deze Fauci letterlijk heeft uitgevonden. Ik ga gewoon een medicijn geven waar je ziek van wordt. En dan zeg ik, oh, die pandemie is veel groter dan ik dacht. En zo ga je hem gewoon opkloppen. En worden je winsten groter. Dit is echt ongelooflijk. Ja. Dat iemand daar... Ja, dat iemand dat soort dingen kan doen. Nee, dat de meerderheid van de mensen het gewoon voor zoete koek slikt. Ja. Dat is ongelooflijk. Wat heb je nou in Afrika voor... heb je niet het idee dat er dit soort mensen rondlopen, denk ik? Nou, die Pascal, die journalist die dus opgedoken is... Die zei, ja, dit is zo'n gevoelig onderwerp. Ik ben met de dood bedreigd. Je wil niet weten wat mij is overkomen. Dit soort dingen over gaat zeggen of onderzoek naar gaat doen. De shit die je over je heen krijgt is onwaarschijnlijk. Ja, er was een oorarts die noemde, Pieter Duisburg. En die had dat ook gedaan. Echt overal kapot gemaakt, overal uitgewerkt. En laatst nog bij Forbes ook. Bij Forbes was een vent die had een artikel geschreven over... Forbes is het tijdschrift van... You should not do your own research. Hadden ze een artikel laat. maar er was iemand die had een artikel geschreven. En wat was het nou? Het was ook iets over farmaceutische dingen. Hup, was gelijk uitgeknikkerd bij Forbes. Dus daar hebben ze ook voldoende leverage om gewoon elke journalist te kunnen wippen die daar wat van zegt. Dat is, ik heb ooit met een heel klein, beginnend lokaal omroepje gewerkt. Ooit projectje is nooit van de grond gekomen, maar die, daar merkte ik altijd dat hoe groot de invloed van de adverteerders is. Dus ze mochten niet te harde muziek draaien, want dan begonnen de adverteerders te piepen, weet je wel. En nee, draai maar de hele dag Modern Talking en dat soort shit, weet je wel. Dus van die Sky Radio bagger. Mm. Dus ja, het is alles wat je voorgeschoteld krijgt is nep. Het zijn allemaal acteurs, er wordt niks overgelaten aan het risico dat je iets echts te zien krijgt. Vooral Vrijheid Radio. Ja, de enige. Nee, natuurlijk, kijk, als jij je webcam aanzet, dan kunnen wij misschien kijken hoe het echt is in Servië. Maar als je gewoon via een kanaal, als er gewoon iets achter een kanaal zit, een bepaalde agenda, een bepaald doel. Het kan zoiets simpels zijn als advertenties verkopen. Het wordt altijd, alles wordt helemaal geconstrueerd, zodat je een beeld, zodat het past. Ik heb ook mijn twijfels bij dat kroontje van, misschien ben ik nou een complotdenker, maar ik weet niet of dat zo'n kroontje of dat echt is. Dit is de journalist, Adam Andrzejewski, founder of theopenbooks.com, a frequent contributor to Zero Hedge, en die schreef dus ook voor Forbes. En die had onderzoek gedaan naar Fauci, dat hij de hoogst betaalde ambtenaar was, inclusief de president. En zijn vrouw ook nog, zodat ze bij elkaar slepen ze bijna een miljoen naar binnen aan inkomen. En ik denk dat dat qua opbrengsten van patenten en zijinkomsten, dat het nog vele malen hoger is. Die is er dus gewoon, die is er gewoon uitgeknikkerd, omdat hij wat over Fauci zei bij Forbes. Ja. En Forbes is ook de toko die dan in Bitcoin gaat investeren. Heb je dat gezien? Forbes investeert... Binance, geloof ik, is het. Die investeert 200 miljoen in Forbes. Ik weet niet wat daar mee gaat komen. Maar Binance, op die manier klinkt het ineens heel anders. Hè? Want Binance die heeft goedkeuring nodig van allerlei staten. Omdat die... Ja.
Gewoon infomercials kopen. Ja, die doen eigenlijk tot op heden gewoon. Als jij als land niet zegt van we gaan je aanklagen, dan kun je gewoon op Binance zonder KYC tientallen bitcoins per dag heen en weer gooien. Maar dat beginnen de meeste landen nou toch niet zo leuk te vinden. Vooral omdat Binance natuurlijk de grootste is. Dus op die manier denk ik dat ze wat invloed proberen te kopen. Ik wil nog even toevoegen aan mijn verhaal net. Van, ik heb ook nog bij een lokale omroep gewerkt waar die aan een subsidie-infuus zat. En daar had je dan één mannetje die deed altijd... die had de connecties met de gemeenteraad, zeg maar. En die was altijd heel huiverig op wat er allemaal gezegd werd. Want, ja, subsidie, hè, moet die subsidie blijven krijgen. Dus die zat daar overal een beetje censuur te plegen. En iedereen op het matje te roepen als we iets te vrij waren in ons gepraat. Dus dat had je ook. Maar goed, ik had hier nog een berichtje over een opgepakte politieman. Die had gewoon inzage in allerlei infiltratieacties. Is dat volgens mij dezelfde? Dat weet ik even niet, maar ik weet niet of iemand het gelezen heeft. Maar was dat diezelfde man die connecties had met de mokromafia? Of is dit weer een ander? Het is gewoon een vorm van bedrijfsspionage, gewoon bij de concurrent. Verschillende takken inderdaad, van de mokromafia georganiseerde misdaad moeten bij elkaar spioneren. Of ging het daar niet om? Ja. Nou, de reden dat ik het gepost had eigenlijk is dat ze willen central bank digital currencies en ons overal in de gaten houden en overal een profiel van ons maken, zodat ze ons ook kunnen afsluiten eventueel. Maar ja, dit heb je ook, hè, de overheid is zo lekker als een mandje. Dus je privacy is totaal niet goed in handen bij de overheid. Dus, niks. Ja, dan heb ik het niet eens gehad over al die politieagenten die zeg maar hun ex lopen op te zoeken in welk blijf van lijfhuizen zitten. Weet je wel. Ja. Prachtig. Ja, ook triest. Ik vond het ook wel mooi met die Macron, die wou geen PCR-test doen bij een ontmoeting met Poetin. Want hij was bang dat zijn DNA in verkeerde handen zou vallen. Oh, Maar dat er een biowapen van zou worden gemaakt. Hoor. Dan denk je ook gelijk, waar ben jij mee bezig? Hoor. Ja, wie is hier de complotwapen? Maar we weten dus dat met al die testjes, daar heeft die Kuzu van Denk heeft daar nog iets van gezegd in de Tweede Kamer. Al die DNA die verzameld was met die PCR-testjes, die was verkocht. Ik dacht naar een Arabisch land of zo, dat is gegaan. Ja, logisch. Maar het gebeurde ook stiekem. Ja. Dus mensen wisten helemaal niet dat hun DNA werd verzameld en werd doorverkocht. Wat denken ze dan dat er verzameld bij zijn test? Wat dat is? Ja, whatever. Het maakt niet uit. Maar het is grappig dat die politicus, die weet zelf hoe slecht hij zelf is en hoe slecht de overheid zelf is. Als hij zich zorgen maakt, dan... Maar hij hoeft toch ook helemaal geen PCR-test af te nemen, die Macron? Als hij kan toch ook een Zoom-call doen? Nee, maar omdat hij diplomaat is, hoef je dan toch geen... Dan ben je toch maar misschien vroeg die Poetin erom dat hij dat wou. Ik weet het niet, ik heb geen idee. Maar het was een berichtje. Ik las dat. Ja, Poetin vond het alleen wel humoristisch. Corona. Ik weet niet of we nog wat over politieagent willen zeggen, maar... Dus, ja, ik ben nou in spanning aan het wachten op mijn transactie, of die doorgaat. Oh, oké. Dat is weer een jaar salaris, Johan. Oh ja, heb je weer wat verkocht? Ja, hopelijk. Oké. Ik had hier nog eentje, voorzitter van de politievakbond, nu we het toch over de politie hebben. Even kijken hoor, die is om non-actief gesteld, zogenaamd voor grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, als je een beetje googelt op die man, we hebben het vaker over hem gehad. Laatst was hij inderdaad in het nieuws gekomen vanwege bij de avond, toen de nachtclubs open gingen, toen wilde hij niet handhaven. En hij heeft wel vaker gezegd van ja, dat handhaven, dat is niet te doen, weet je wel. En hij heeft ook gezegd van dit werkt averechts en hij was best wel kritisch. Okay. Dus ik denk dat ze inderdaad toch wel iets, een MeToo'tje ergens gevonden hebben. Ja, de politiechef van Ottawa is ook op pleit, hè? Ja, en dan zie je wat gejuich. En dan, maar ik maak me dan gelijk zorgen. Want dan denk ik van ja, dan willen ze misschien iemand hebben die nog heftiger is. We hebben nog grotere bul gevonden.
Maar dat grensoverschrijdend gedrag, dat is een soort van, ja, wat heeft hij dan een stagiaire in de billen geknepen of een keer geknipoogd? Want het is heel vaag. Ja, het is al als je zegt dat je een vrouw mooi vindt. Gewoon, je zegt, ja. Hey, je bent mooi. Dat is al grensoverschrijdend gedrag. Mag je wel lelijk vinden dan? Ja, moet wel gewoon een hele lelijke kuthoer zeggen of zo. Ja, je zegt, je bent een mooie vrouw en dan zegt ze, maar ik ben geen vrouw. En dan is ook... Weet je, nou zit ik echt in de problemen. Oh jee, ja, dan ben je meteen. Dan kun je wel naar een ander land verhuizen. Speelde zich af in 2004, geloof ik. Is ook nog eens een oude koei. Het woord vrouwen ligt inderdaad heel gevoelig. En ik vond het wel grappig, want het was een uitzending van Pointer. En dat werd gebruikt door de KRO en CRV. En toen dacht ik, nou ja, KRO, de katholieken en de protestanten. Die mensen zijn nog een beetje traditioneel, denk je dan. Ja. Maar daarin werd gesproken over mensen met een baarmoeder. Ja, dat moet echt, echt stoppen. Dat is echt. Maar nee, maar goed, het punt is dus. Heb je al e-gulders gekocht? Dat helpt, hè? Dat helpt. Dat helpt daar allemaal tegen. Maar daar zijn we dus al beloond. Nee, maar het is inderdaad vreemd dat zelfs in vrij traditionele conservatieve kringen en zo, dringt het allemaal door. Ook het leger, dat was een van de laatste instituten waarin de VS nog vertrouwen in was. Ja, maar onterecht. Daar zie je daar ook begin de hele gay en... fruitcake tirade komt er doorheen. Als je een normaal mens zou hooguit de term persoon met een baarmoeder gebruiken. Stel je voor dat je hebt een natuurlijke moeder, maar die heeft jou na de geboorte verlaten, heeft nooit iets betekend in je leven. Dan zou je een hele afstandelijke manier van praten zou kunnen zeggen, de persoon met de baarmoeder waar ik uit ben gekomen. Ik noem maar even iets. Maar je gaat toch niet in een andere context, die maar iets meer... persoonlijk is, ga je toch niet iemand zo noemen? Hoe haal je het in je hoofd? Het idee is dat mensen super gekwetst kunnen worden als je van hun bepaalt dat zij een vrouw zijn. Nee, dat zij snap ik wel. Kunnen zichzelf gaan zij kunnen zichzelf identificeren als man, bijvoorbeeld. Of als pingwin. Zelfs, of ja, precies. Vaccineer. Nee, dat dan weer niet. Nee, ik snap wel. Het is dan enorm. Maar dan zou je, dan vind ik, dan moeten ze de last dragen om dat aan te kondigen. Stefan, er komt hier iemand in de uitzending. Nou, die wil absoluut persoon met baarmoeder genoemd worden. Nou, prima. Ik kan er prima mee leven als iemand dat beslist wil. Maar we gaan niet allemaal mensen die gewoon... vrouw zijn of moeder, gaan we toch niet persoon met baarmoeder. Stel voor dat je gaat, ik weet niet of je moeder nog leeft, maar dat je maar de volgende keer, hallo mevrouw, of nee, niet mevrouw, een persoon met baarmoeder. Hey, ho, grensoverschrijdend. Het lijkt me wel leuk als je aan het daten bent of zo. Dus dan, ja. Hallo persoon met baarmoeder. Ik ben op zoek naar een mens met een baarmoeder. Ik ben een persoon met een enorme dikke lul en een goed ritmegevoel. Als dat jouw openingszin is. Ik heb ongevaccineerd zaad, hè? Hè? Je openingszin. Om iemand te vieren. Ja. Ik ben op zoek naar een mens met een baarmoeder. En misschien werkt het wel. Het is misschien wel grappig. Ik denk wel dat je hele enge personen krijgt die daar door dit filter heen komen. Maar zou je dat filter ook kunnen gebruiken om, als antifilter, zeg maar. Mag ik ook een baarmoeder zelf meenemen ernaast? Ja, sorry, dat is dan weer... Maar we naderen het einde. Ja. Maar ik zit toch... Wat zou het zijn? Want tegenwoordig heb je een heel erg... Die dick pics, dat schijnt heel erg in te zijn. Dat mensen sturen een foto van de week had ik ook mijn dick pic gedeeld. Heb je hem gezien? Ja. Met Valentijnsdag. Foto van Zuckerberg. Met Valentijnsdag had ik mijn dick pic gedeeld. Ik heb hem niet gezien, hè. Ah, Johan had een leuke meme van... ik stuurde een dick pic naar mijn Thaise schoonmaakster en kreeg gelijk er één terug. Ja. Maar jongens, het begint een beetje puberniveau te worden hier. Dus laten we even weer teruggaan naar de serieuze berichten. Ja, hier... jij komt met dit bericht, met grensoverschrijdend gedrag.
En we weten nog steeds niks, hè? Ik vind het echt. Is er geen onderzoeksjournalist die hierop kan zitten? Ja, er is een commissie. En er is een commissie die buigt zich erover. En het ging om een aantal meldingen. En dat was trouwens niet in 2004. Hij is sinds 2004 is hij van de politievakbond, zeg maar. En in ieder geval zijn de laatste jaren zijn er een aantal meldingen. Het is gewoon heel vaag. Dus iedereen kan een melding doen. Het hoeft niet waar te zijn. Maar er is een groepje mensen die gaan zich daarover buigen. Dus ik denk gewoon dat ze van hem af wilden. Omdat hij gewoon niet meepraat met de lijn van het kabinet. Josje, zit in mijn tijdzone. Dus, ik zie hem ook al zitten te gapen. Dus, nee, ik denk het niet. Nou, we zijn bijna aan het einde. Dus ik ga even... Oké. Ja. We gaan even snel erdoorheen. Ik heb hier nog... Dat in Servië zat je toch, of niet? Ja, dat klopt, maar dat gaat pas vanaf Roemenië. Oh, Joegoslavië is wel een uur tijdsverschil. Maar ik weet niet of dat nu met hoe dat is gegaan met na die opsplitsing. Weet ik, niet. Ik weet alleen, het is nu bij mij 10:56. We gaan even naar Amsterdam toe. Ja. Want Amsterdam heb je leegstaande woningen. En even kijken, die zijn moeten verplicht bewoond worden. Ja, dat is weer een lage dwang eroverheen om een probleem op te lossen wat de vrije markt zou kunnen oplossen. Als je die een beetje de lucht gaf. Ja, als ze die avondklok weer opnieuw gaan invoeren, dat mensen dus verplicht gedetineerd zijn in hun eigen huis, dan heb je dan... En dan worden huizen worden een soort gevangenissen. Maar ik denk dat je naar woningen krijgt die gewoon onverkoopbaar zijn dan. Want dan wil je ze verkopen. Normaal zou je ze verkopen aan een huisjesmelker die het kan betalen. En die het dan verhuurt. Maar die mag het niet meer doen, want dan moet hij er zelf in gaan wonen. Maar die verhuurder die er normaal in zou zitten, die kan geen hypotheek krijgen om het te kopen. Dus die kan hem ook niet kopen. Een Airbnb mag ook niet meer daar. Dan hebben ze ook iets tegen. Dan bewoon jij niet je eigen huis. Oké. Dan moet je zelf flying gaan wonen en toch een deel verhuren. Flying Henk die zegt nog van woningtekort naar leegstaande woningen. Ja, hoe komt dat, hè? Leg eens even uit. Maar hoe gaan ze het doen? Hoe gaan ze mensen verplicht die woningen vullen? Ik denk niet dat ze mensen met hun geweren gaan dwingen om erin te gaan. Ik denk dat ze gewoon de eigenaar onder slot gaan houden. Een boete, ja. Waarschijnlijk krijgt hij een boete als hij het niet verhuurt of zo. Of als hij het niemand inzet. Of... Ja. Maar de reden dat het vaak leeg staat, komt door al die rare milieumaatregelen, weet je wel. Dus je woning voldoet nog niet aan de eisen. Ja, om daaraan te voldoen, dat is een enorme investering. Dat is allemaal geld die mensen vaak niet hebben. Er zit geen CO2-melder in. Maar het is een idee. Precies, ja. Dat is vaak door een overheid gecreëerd probleem, hè? Wordt die eigenaren die worden dan ook gedwongen om al die verbouwingen te doen dan? Huiseigenaren in Amsterdam hebben al de plicht om het te melden als hun woning leeg staat. Als ze dat niet doen, krijgen ze een boete. Heftig. Nu moeten huiseigenaren ook eerder met de gemeente om tafel om te zoeken naar opties voor een woning. Oh jee, dan krijg je een paar getraumatiseerde oorlogsslachtoffers uit Afghanistan. We hebben hier een gezin voor u. Dit lijkt me een prima huurder. Ja. Hey jongens, even tussendoor. De eekhoorns weten eigenlijk eindelijk hun eekhoornbrug te vinden in Haag. Je weet wel, die eekhoornbrug waar tonnen aan uitgegeven is. Er zijn nou 400 eekhoorns overheen gegaan. Dus eindelijk, na vele jaren, is het toch een succes geworden. Oh, wat een jaren. Om hoeveel eekhoorns gaat het? 400. Nou, 400 passanten, dus het zijn minder eekhoorns. Misschien één eekhoorn in het heen en weer. Ja, dat zou je goed kunnen. Want het waren er toch twee of zo? In jaren tijd. Ja. Dat is wel jammer. En dan staat in Rotterdam de eekhoornbrug? Nee, is daar, volgens mij. Haag? Oké. Zou ook, twee bomen wat dichter bij elkaar kunnen zetten? En dan, eekhoorns kunnen dan prima van een naar de andere boom springen. Dus. Ja, er zit een enorme weg tussendoor. Hè? Ik weet hoe ingewikkeld ze die brug hebben gemaakt. Maar. Ik weet wel ongeveer waar het staat, dus, maar het is een brede weg tussen. En, maar centrale planning werkt dus ook niet met eekhoorns. misschien hadden ze er wat nootjes op moeten leggen. Maar dat mag dan weer niet. Hazelnootjes op die brug leggen.
Nee? Verstoor je het natuurlijke ecosysteem. Ja, dat klinkt logisch. Want Nederland, worden ze lui als, van die als Nederland één ding is, dan is het veel ongerepte vrije natuur. Ja, precies. Je mag wel een brug voor ze bouwen, maar je mag ze niet voeren. Ja. Nee. Maar dan gaan we naar het laatste artikel toe. Zero Hedge is Russische propaganda. We zijn daar van op de hoogte. Peter. Ja, ik ben een favoriet Zero Hedge lezer. Inderdaad, ik zag dit voorbij komen. Dat de CIA die was niet zo blij met Zero Hedge. Dat is een vijand die je liever niet wil hebben. Ze deden er nogal luchtig over, maar dit is natuurlijk niet best. Ik had hem nooit van gehoord, maar wel heerlijk om een keer andere propaganda te lezen. Jij kent Zero Hedge niet? Hey, sorry. Oké, okay, de ene kent Neil Young niet en de andere Zero Hedge niet. Hè? Zo heb je... dit komt trouwens van Forbes. Trouwens. Dit artikel komt van Forbes. Nou, ja. Ik hoorde trouwens dat Neil Young weer terug was op Spotify. Ja, maar er staat hier: American intelligence officials told the Associated Press on Tuesday the controversial financial website Zero Hedge had spread Russian propaganda, allegations of the site swiftly denied. Ja, het is gewoon als zij zeggen er komt waarschijnlijk geen inval in de Oekraïne, ja, dan zijn ze gelijk Russische propaganda. Hebben ze wel gelijk? Ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk. En met dat Chinese lab hadden ze ook gelijk. Mm-hmm. Ja, en of ze dan gelijk hebben of niet, het is, ze delen ook nieuws met een ander narratief. En als dat dan gelabeld wordt als Russische propaganda, ja, oké, okay, daar ben ik volmondig schuldig aan. Ik deel ook alle andere berichten dan CNN de wereld in helpen. Die Canadese truckers waren toch ook al Russische speelbal? Het is ook een bijl die helemaal afgemapt is, gewoon, hè? Het is Russische propaganda. Volgens mij zegt de Amerikaanse overheid dat van alles wat tegen hun eigen narratief ingaat. Dus. Wat trouwens nog even, want er werd gevraagd over de Eekhoornbrug. Hoe duur het meten, hoe duur het meten was. Nou, dat is een goede vraag. Ik zou daar ook zelf graag het antwoord op willen weten. Dat is mij namelijk niet bekend. Ik weet wel dat ze het meten met camera's. Dus er zijn camerabeelden van de eekhoorns. Er zit ergens iemand in een bureau naar het scherm te turen. Ja, dat hoop ik niet. Ik hoop dat ze gewoon een computer hebben die af en toe een registratie maakt van iets wat hij herkent als een eekhoorn. Maar wie weet, misschien zit er ergens iemand te tellen. Maar de grootste grap is dat wel bekend is om hoeveel eekhoorns er in totaal zijn. Raad eens hoeveel eekhoorns zijn er. 300. Raad nog eens. 2. Ik denk 10 of zo. Dat ging echt op 10. Ja, wat bedoel je, in heel Nederland? In die plek die daar eventueel gebruik van die brug zouden kunnen maken. Twee. Ze hebben iedere eekhoorn 12 keer geteld. Ja. Daar komt het op neer. Ja, ik kwam hier laatst uit de deur en toen zat er een eekhoorntje voor mijn deur, jongens. Ja, ik heb hier ook allemaal eekhoorns in de buurt. Ah, ik denk dat het een test is. Ze gaan eerst kijken of de surveillance maatschappij op eekhoorns werkt. En dan zijn wij aan de put. Maar de leven... In de mogelijke nut van de brug is ongeveer 30, 40 eekhoorns. Dus dat valt op zich mee, maar ja. En hoe dicht zit het tegen de capaciteit aan? Ja, er zijn maximaal in het gebied mogen maximaal... Op een gegeven moment komt die ambtenaar die zet zijn monitor aan en ziet zijn hele villa van eekhoorns staan op die brug. Er zijn niet veel spaarboten. Ja, of één eekhoorn wordt territoriaal over de brug. Ja, die alle andere eekhoorns in de buurt komen weg. Ja. Dit is mijn brug. Ja. Ah, ik weet wel dat er zijn ook van die mensen die gaan ieder jaar vogels tellen, weet je wel, vrijwillig. Dus misschien hebben ze gewoon een webcam en heb je van die vrijwilligers die dan de hele dag daar zitten te kijken of er een keer een eekhoorntje komt, weet je wel. Dat kan ook toch? Dat zal me niet verbazen. Ja. Jij heeft gezegd de eekhoorn gaat tol betalen, ja. Iemand zegt ook nog met QR-code. Oh, dan heb ik een hele lap tekst. Van, ja, dit nootje is van mij nu. Je gaat over de brug. Yeah. Ja, best vreemd dat er zoveel geld uitgegeven wordt voor de eekhoorns. Voor de eekhoorn. Mobiliteit. Terwijl eigenlijk een enorme verspreider van COVID dan al. Ja. Ik denk dat er ook ratten over die brug heen lopen. En die. Alles.
En waarschijnlijk vreten die ook al die eekhoornjongeren allemaal op. Want dan kunnen ze makkelijker bijkomen via die brug. En dan krijgen we dus een probleem. Dat de eekhoorn wordt bedreigd door die brug. Ja, ik sta nog even te kijken. Maar Neil Young staat inderdaad nog steeds op Spotify. Ja, dus, was weer terug. Ja, net als... hoe heet hij nou? Die, god, daar heb ik zijn naam weer kwijt. Charles Manson, die staat ook gewoon op Spotify. Daar had hij geen probleem mee. Dat is trouwens, heeft hij liedjes gemaakt? Dat is al een paar jaar aan de gang. Ja, ja. Maar dat is, nou, wat je dan ziet is dat er twee mediapersoonlijkheden, die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, die creëren een conflict. En dat resulteert in hun beide in een positieve stijging van volgers. Ja, en, een bitchfight noemen ze dat. Precies. Je zult ongetwijfeld herkennen, maar dat gebeurt zo vaak en ik hou er echt niet van. Ik ben als een merk of een brand of zo met een ophef dingetje begint, dan neem ik me al voor om er geen geld meer aan te besteden. En dat, hier was het ook nog zo dat Neil Young zelfs helemaal niks over zijn muziek te zeggen had. En waarschijnlijk ook niet eens van niks wist, weet je wel. Dat fans die hadden hem gemaild, die zeiden, hé, wat is dit nou? En hij reageerde van, wat? Hij had al zijn rechten verkocht en waarschijnlijk is het gewoon, is Blackstone, die is of tenminste een bedrijf dat weer onderdeel is van Blackstone, is daar de eigenaar van. Ja. Maar hij heeft er ook niet afstand van genomen of zo. Hij heeft ook niet gezegd. Maar hij zit er nu dus weer op, maar daar zegt hij ook niks van. Het is gewoon gebeurd. Ik denk dat het geen fuck kan schelen. Ik denk dat die man al bijna dement is. Joh. Maar die Crosby bedoel ik. Die van Crosby, Stills, Nets & Young. Die zei over Neil Young. Dat is the most selfish son of a bitch in the world. Mm. He only cares about himself. Zo, ja, ja. Hey, jongens, goed, dat ene wijf. Laten jullie nog even gezellig door. Dan ben ik blij. Ja. Oké, dankjewel. Leuk dat je er was, Peter. Hey. Bye bye. Bye. Ja. Hoe heet dat ene wijf nou die solidair was? Want die Joni Mitchell. Ja, maar die spreekt zich dan. Dus jij zegt dus eigenlijk die Neil Young, die wist het nog niet eens. En dan komt die Joni Mitchell. En die is dan in één keer solidair met die Neil Young. Die eigenlijk van niks weet of het helemaal niet boeit. Die denkt, oh, dat is ook een leuke manier om weer even in de picture te komen, weet je wel. Laat maar zitten. Ja, wie heeft er nou nog van Joni Mitchell gehoord, joh? Dat mensen. Maar ik vind het wel lachen dat ze dan verschrikkelijk gewoon. Dat vind ik eigenlijk nog erger. Die Neil Young die interesseert het misschien allemaal niet. Maar dat die dan die andere dan gaat deugdpronken in solidariteit met die. Maar ik vond het ook wel leuk, want Joe Rogan, die kreeg het nogal voor zijn kiezen van alles en nog wat. Had ook het N-woord gezegd of zo. Had hij dan afstand van. Maar op een gegeven moment. Lennon met. Hoe heet het? Een nummer van. The Woman is the. Ik zal het maar even niet zeggen. The World. Maar, die staat wel op Spotify. Dat zijn dan van die dingen. Dan heeft iemand. Nigger gezegd. Op het moment dat de N van nigger nog gewoon in het schoolalfabet zat. En dan dat is altijd oké geweest. En dan nu opeens moet het een probleem zijn. Dat is zo dikke fake. En ik vind het ook wel fijn dat. Mensen die dat dan zou moeten aangaan. Hè, dus mensen die dan daarmee eventueel gekwetst zouden kunnen worden. Echt omdat ze dat onder dat stereotype vallen. Dan dat die het zelfs naast zich neerleggen als fake. Dus dat bemoedigt me dan wel weer een beetje. Hij had het woord gebruikt in de context van. Hij had het alleen maar over verboden woorden, weet je wel. Het was niet om mensen te kwetsen of zo. Het ging alleen maar over verboden woorden. Weet hij je ging het nemen. Hij had ook gewoon bijvoorbeeld een show van Richard Pryor. Die waar het gewoon in voorkwam, had hij gewoon de titel van die show opgenoemd, weet je wel. Maar hij vond nu dat hij dat niet had moeten doen. Ja, dat vind ik bullshit. Ik denk dat Spotify gedraaid wordt. Ja, dan moet je ook een beetje meespelen. Dan moet je namelijk, dan hebben ze een follower bericht. En dan kunnen ze schrijven, Joe Rogan biedt excuses aan. Weet je wel? Ja. Nou, en dus dan moet je wel een beetje meespelen, dat spelletje. Ja. Over hypocrisie gesproken, Joni Mitchell, die schijnt dan ook songs verkocht te hebben. En dat was inderdaad uiteindelijk via ook Blackstone. En Blackstone is een bedrijf die letterlijk oerwouden kapt om daar parkeerplaatsen te maken voor gele taxis, weet je wel? Okay. Grote gele taxis. Ja, even naar een nummer van Joni Mitchell refererend. Dus ja, die heeft ook principes van heb ik jou daar. Dat is ook alweer zo'n naam die ik niet ken.
Oké, bekend van het nummer Big Yellow Taxi. Er was een soort van, op Twitter of zo, was er een soort grapje ontstaan van, om allerlei dingen op te noemen die Joe Rogan had gedaan. Waar hij zich excuses voor aan moest bieden. En dat was de grootste flauwkul. Dat was een beetje een soort hype van wat iedereen troefde elkaar op af. Ja, ik heb zelf een filmpje op Wappieland gedeeld. Er was een vent die ging mensen interviewen van, Joe Rogan die had... bij een hunting party had hij een triceratops had hij doodgeschoten. En wat mensen daar nou van vonden. Dat was een filmpje van Mark Dice inderdaad. Dat weer eens. Ja. En dat vonden mensen toch wel erg. En, inderdaad. Hij moest zijn excuses. En hij had ook nog een t-shirt aan waarom triceratops op stond. Hè? Goed. Ja, voor de mensen die niet kennen, een van de wezen uit de oertijd. Ja. Dinosaurus, hè. Maar ja, dat is ook nog een conspiracy theorie, blijkt Johan. Oké. Het is, mooi. Was de T-Rex een grote kip? Ja. Nou, we zijn er doorheen. Ja, we zijn er doorheen. We hebben het gehaald. 11 uur zelfs, joh. Ja. Jezus. Iedereen terug de cel in. Zal ik even kijken? Ik heb nog niet de top 10 gehoord. Er zou een top 10 komen van Klaas. Ja. Ja, die heb ik al afgedraaid. Het was dat moment dat ik heel even een tijdje stil was. Oh, oké. En die kon ik niet horen, maar de luisteraars wel. Luisteraars wel, als het goed is hoor. Dan moet ik het maar even terug horen dan. Ja. Nee, goed. Ja, nou ja, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard de luisteraars danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we er volgende week weer. Ik weet nog niet of dat woensdag gaat worden of donderdag. Hoogstwaarschijnlijk ben ik gewoon donderdag weer vrij. Dus dan kunnen we het gewoon weer op donderdag doen. Via de Vrijheid Radio Telegram groep kun je gewoon op de hoogte gehouden worden. En jij hebt op YouTube kun je ook nog zo'n belletje indrukken. Dan word je genotified, zoals dat heet, met een mooi woord. Er wordt van alles in de... Oh ja, dankjewel. Ze wordt in de chat gezet. Hier is het Telegram-adres. Als dat goed is, hoppakee. Daar kun je het allemaal volgen. Daar hou ik iedereen op de hoogte wanneer we weer gaan streamen.